Heren, een hele goede morgen. Allemaal welkom. Geweldig dat u in zo'n grote getale naar Den Hecht gekomen bent allemaal. Voor een ultieme laatste testcase voor de 5 mensen hier achter de tafel. Toch de hoofdrolspelers van vandaag. Ook de mensen thuis natuurlijk welkom bij de lokale omroep. Die het debat indelen of deels zal uitzenden. Ook fijn dat zij erbij zijn, zodat de mensen thuis ook nog de informatie krijgen die ze nodig hebben. Om tot een goede keuze te komen op woensdag 19 maart aanstaande. Want dan gaan we met z'n allen naar de stembus. En dan gaan we kiezen voor een nieuw lokaal bestuur. Voor een nieuwe gemeenteraad. In deze gemeente op een heel overzichtelijke manier met 5 partijen. En ik stel ze graag even aan u voor. De lijsttrekkers die vandaag de hoofdschotel zijn van, ik zou bijna zeggen, dit zondagsontbijt. Voor sommigen denk ik net wakker. Maar fijn, u wordt dadelijk gelijk wakker, want we gaan het over iets hebben. We gaan het over de toekomst van uw mooie Bladel hebben. Ik stel u voor graag aan de lijsttrekker van het CDA, Maria Walen. Mag even voor geklapt worden. Van de Vrije Haperse Partij, Wim van der Linden. Bladel Transparant, Davy Jansen. De VVD, Pauline Hospel. En van Pro 5, een nieuwe eend in de bijt, zou ik bijna zeggen, maar helemaal nieuw zijn ze ook weer niet, Joan Veldhuizen. Even iets over de opzet van deze debatochtend. We hebben een vijftal onderwerpen samen met de lijsttrekkers uitgekozen, ook op basis van inbreng uit de gemeenschap. We hebben van negental burgers hebben we wat inbreng gehad. Die 5 onderwerpen, dat is de hoofdschotel van vandaag. Aan het eind van de bijeenkomst wil ik u ook nog in de gelegenheid stellen om een onderwerp wat niet ter sprake is, toch nog ter sprake te brengen. Daarnaast wil ik ook aangeven dat we nog niet weg zijn na het debat. Dus u ook alle gelegenheid heeft om de lijsttrekkers nog aan de jas te gaan. Om op een onderwerp waar u graag hun wilt aanspreken, dat ook te doen. Dus wat dat betreft kan het ook bilateraal, kunt u nog uw informatie proberen op te halen die u nodig heeft. Ik zie dat er veel mensen ook van de politieke partijen hier vandaag vertegenwoordigd zijn. Ik wil graag ook wat interactie met de zaal, dus elk thema wat we behandelen zal aan het eind ook nog een mogelijkheid krijgen voor iets inbrengen uit de zaal. Dus maar wel graag toespitsen op de onderwerpen die we aan het behandelen zijn. Dus als het over iets anders gaat, dan moet ik dat helaas afbreken, want dan leidt dat eigenlijk af van het verhaal dat we met elkaar uitgewerkt hebben. Het betekent dat de lijsttrekkers zich goed hebben kunnen voorbereiden. We gaan dat dadelijk ervaren. Elk onderwerp zullen we ook kort inleiden. 3 onderwerpen zullen ingeleid worden door burgers uit de eigen gemeenschap. 2 onderwerpen zullen we samen, of ikzelf zal dat kort inleiden. En daarna geven we 2 lijsttrekkers de kans om 1 minuut hun punt te maken op dat onderwerp. Die 2 lijsttrekkers hebben we in onderling overleg met elkaar bepaald en tegenover elkaar gezet. Daar is ook wel wat te melden tussen die partijen daardoor, want we hebben ook even gekeken, zit er dan ook voldoende tegenstelling tussen de mensen die we voor de tafel hebben staan. Als ze te veel hetzelfde dachten, was dat niet zo interessant voor het debat, dus daar zijn we uitgekomen met elkaar. En daarna ga ik nog 3 minuutjes door met de 2 lijsttrekkers, waarna ik me tot de anderen wend en daarna ook tot de zaal. Ja? Ieder onderwerp wordt onderbroken door een prachtig muzikaal intermezzo van een geweldig orkest wat hier zit. Ik heb me laten zeggen, ze heet eigenlijk trio Hans Piet Friet, maar Friet met een D. Ja, want het zijn achter de toetsen, zeg ik het goed, Hans van den Berg. Piet Engel, achter de basgitaar. Ja, en Friso, die zit achter de gitaar. En ze zorgen voor geweldige muziek. Geef ze een warm applaus, het trio HPS. Goed, we gaan met het eerste onderwerp van start. Het is altijd even het spannende. We zitten hier in een prachtig gemeenschapshuis. Dus ik dacht, wat kunnen we mooier starten als over de toekomst van de gemeenschapshuizen en de accommodaties in de mooie dorpskernen van de gemeente Bladel. En ik heb van tevoren Wim Duis bereid gevonden om met mij een kort gesprek te hebben over de toekomst van die gemeenschapshuizen. Dus Wim, als jij naar voren wilt komen, dan kan ik met jou dat gesprek kort voeren als een inleidingje op het debat wat we dadelijk gaan hebben. Applaus voor Wim Duis.
Wim is voorzitter van De Hert, de gastheer van vandaag. Dank je wel ook voor de gastvrijheid. Wim, om gewoon even met gemeenschapshuizen te beginnen. Het belang van een gemeenschapshuis voor een gemeenschap. Kun je dat kort duiden? Het is een cultureel verzamelpunt, zeg maar, van alle verenigingen hier in Bladel. En ook zelfs daarbuiten. We zitten hier gezellig samen en kunnen ieder ons ding doen. En het is multifunctioneel, dus we proberen voor iedereen de faciliteiten te leveren die ze nodig hebben. Eventjes gewoon over Den Hert. Is het gemakkelijk om zo'n accommodatie ook te exploiteren? Je bent voorzitter van een bestuur. Is dat eenvoudig? Komt daar veel bij kijken? Het is niet altijd eenvoudig. We zijn een gesubsidieerde instelling. Ook afhankelijk van de financiën die we aangereikt krijgen vanuit de gemeenschap. Dat staat op dit moment een beetje onder druk. Aan de andere kant, de contacten met de verenigingen en de gebruikers van Den Hert, dat verloopt prima. En als er bezuinigingen op het spel staan, spreek je dat dan met de verenigingen en gaan die dan ook wat meer bijdragen? Of hoe werkt dat dan in de praktijk? Nee, we hebben in de nieuwe beleidsregels gemeenschapshuizen, die we een aantal jaren geleden afgesproken hebben hier in de gemeente Bladel, is de subsidiëring eigenlijk veranderd in die zin dat verenigingen geen huur meer betalen. We zijn een open instelling waar alle verenigingen om niet gebruik van kunnen maken. En we worden dus volledig gefinancierd door de subsidie van de gemeente. Oké, even over Bladel, het centrum van Bladel heen. We hebben ook nog een paar andere kernen. We hebben het eigenlijk best wel goed voor elkaar in de gemeente Bladel, hebben we met elkaar geconstateerd. Ja, als je kijkt naar alle kernen, dan zien we dat in de kleine kernen overal nieuwe accommodaties gerealiseerd zijn of in de pen zijn. En Den Hert heeft natuurlijk ook wensen voor de toekomst. De plek waar we zitten is uitstekend. Alleen het gebouw is een beetje gedateerd. Ja, en waaraan merk je dat? Zijn er ongemakken? De routing, de logistiek is niet altijd optimaal. Dat wil dus zeggen dat je vaak wat extra uren moet investeren om zalen om te bouwen en geschikt te maken voor de activiteiten die er plaatsvinden. En dat betekent extra kosten in de exploitatie. We gaan het ze vragen. Hoe gaan we het accommodatiebeleid in de gemeente Bladel op dit mooie kwalitatieve peil houden? Oké. Dankjewel, Wim Duis. Goed, en de eerste twee die de arena betreden en die dadelijk een minuut van mij krijgen, dat zijn Davy Jansen van Bladel Transparant. Kom naar voren, kom aan deze kant van mij staan. En aan de andere kant komt Wim van der Linde van de Vrije Haperse Partij staan. Davy, jij mag de kop afsteken. We krijgen een signaal van mijn assistent vandaag, die de minuut bijhoudt. Dus als hij roept de minuut is om, dan verzoek ik je ook om gewoon te stoppen. Dus je hebt de minuten tijd om jouw statement van Bladel Transparant naar de kiezer. Kijk ook even de zaal in, dan kan de kijker ook meekijken thuis. Dat de kiezer weet waar jullie voor staan als het gaat over de toekomst van gemeenschapshuizen in de gemeente Bladel. Nou, we zijn vandaag in Bladel en een paar weken geleden zaten we in Hapert. Dus ik wil het vandaag specifiek toespitsen op Bladel. Den Hert, fantastische accommodatie. Maar zoals net ook al gezegd werd, een facelift is wellicht op korte termijn een keer nodig. Een aantal jaar geleden zijn wij gaan kijken van, goh, zou je nou eens niet een veel mooiere plek kunnen vinden voor Den Hert? En destijds was de Posthof, en is nog steeds de Posthof, ja, toch een punt in Bladel waar je echt iets aan zou moeten doen. Dat is ook iets waar wij heel graag iets aan willen doen. En toen kwamen wij op het idee van, goh, zou het nou niet hartstikke mooi zijn om Den Hert, wat al redelijk centraal ligt, naar het centrum van Bladel te halen? Kunnen we meteen het probleem de Posthof oplossen? En vervolgens hebben we een prachtig gemeenschaphuis op een prachtige plek. Later kwamen daar natuurlijk de eerste berichten over dat het financieel wellicht niet haalbaar is in verband met de kosten die een nieuwe accommodatie in de Posthof die met zich meebrengen. Toen hebben we gedacht, kunnen we dan niet een andere oplossing vinden? En dat is in het gemeentehuis. Het gemeentehuis loopt de komende jaren toch steeds meer leeg, omdat steeds meer dingen samengedaan worden en er steeds meer ambtenaren zijn. Ja, dat was hem. Dankjewel. Davy, mag voor geklapt worden.
een minuut is maar kort. Een minuut is kort. Ja. Dan geef ik, we gaan dadelijk verder. Dan geef ik de minuut nu aan Wim van der Linden. Dank u wel. Wij hebben als Vrije Haafse Partij in ons verkiezingsprogramma beschreven welke voorzieningen wij voor alle kernen belangrijk vinden. En wij vinden voor alle kernen, dus niet alleen voor Batel en voor Haapert, maar wij vinden voor alle kernen dat een multifunctionele accommodatie, een plek om verenigingen elkaar te laten ontmoeten, dat dat een wezenlijke voorziening is. Dus die vraag is bij deze beantwoord. Ja, Davy heeft gepleit voor Bladel. Ik begrijp dat, hè, dat er ook gekeken moet worden naar Bladel. Maar in Habert is een aantal jaar geleden al de start gemaakt om goed aan te geven waarom in Habert het belangrijk is dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie komt. Het had vooral te maken met de behoefte van een aantal verenigingen die in de knel kwamen qua ruimte. Steunpunt voor ouderen kwam in de knel. Bibliotheek kwam in de knel. Natuurlijk het gemeenschapshuis waar hoge kosten gemaakt moest worden. Als je die wensen van die verenigingen en die noodzaak om daar iets aan te doen, als je dat bij elkaar pakt, dan kom je in een multifunctionele accommodatie. Heeft als voordeel dat je het probleem, wat ook net door Wim is aangegeven, door Wim Duijs is aangegeven, dat je niet alleen het overdagprobleem oplost. Dankjewel Wim, ook applaus voor Wim. Ik blijf even bij Wim, als het goed is. Ik kijk even, willen jullie op elkaar reageren trouwens eerst? Ja? Hebben jullie een... Ja? Ja, ik denk dat de standpunten in ieder geval heel ver uit elkaar liggen. Alleen Wim die gaat natuurlijk vooral toegespitst op Hapert aan de slag. En ik vandaag in Bladel. Ik denk dat het ook niet gek is dat een Vrije Hapertse partij op Hapert gaat. En dat wij echt op het Bladelse gaan zitten op dit moment. Oké, okay, en waarom is dat? Waarom is Bladel daarbij, verdient dat voorrang op Hapert? Nou, vandaag verdient dat vooral voorrang, omdat we in Bladel zijn. Hebben we een aantal weken geleden in Hapert er al uitgebreid over gesproken. Maar ik lees in uw programma heel expliciet Den Hert. En ik lees eigenlijk niks over Hapert. Nou, Hapert staat er wel degelijk ook in genoemd, maar wij vinden Bladel ontzettend belangrijk. We vinden er moet iets aan Den Hert gaan gebeuren in de toekomst. En wat zou het dan nog prachtig zijn als we Den Hert naar het centrum kunnen halen. Ik kom er zo op terug. In uw programma lees ik heel nadrukkelijk vooral de Haperse multifunctionele accommodatie. Ja. Ik lees wel tussendoor ook die anderen, maar dat blijft allemaal heel erg algemeen. En dan heb ik daar ook wel wat vragen bij. Maar u richt zich sterk op die Haperse multifunctionele accommodatie. Ja. Waarom die voorrang verlenen op Den Hert? Nou, ik denk dat de noodzaak om een Haperse multifunctionele accommodatie op te richten, dat die groter is dan voor Den Hert. Net door de inleider ook al even aangegeven. De ruimte is goed, de locatie is prima. En in Hapert hebben we geconstateerd, een jaar of 4 geleden al, dat er een knelpunt was bij een groot aantal gebruikers. Niet alleen van het gemeenschapshuis, maar ook van bijvoorbeeld gecoördineerd ouderwerk en bijvoorbeeld ook voor het onderwijs. Oké, okay, noodzaak is groter voor Hapert. Nou, ik denk dat juist in Bladel ook een hartstikke grote noodzaak ligt. Want ik bedoel, Den Hert verdient een facelift. En als we dan toch gaan kijken naar die facelift en de kosten die daarmee gemoeid zijn, kunnen we ook meteen meenemen, die kosten die dat met zich meebrengt en het eventueel verplaatsen van Den Hert. Kunnen we daar dan eens niet naar kijken hoe dat het gaat gebeuren. En in Hapert, dat begrijp ik wel, er is een prachtige kans, er staat een kerk binnenkort leeg waar iets mee moet gaan gebeuren. Dat snap ik en daar moet ook iets mee gebeuren. Alleen, ik denk dat Bladel, vooral Den Hert, dat daar de komende jaren toch zeker ook iets mee moet gaan gebeuren. Dan plaats ik even ook de andere 3 accommodaties nog erbij, van Netersel en de andere dorpen. In hoeverre zijn wij als gemeente, die al aan bezuinigen is, in staat om dit wat wij nu roepen ook daadwerkelijk na de verkiezingen waar te gaan maken? Hoe kunnen we nou in Hapert, in Bladel, dit zo voor elkaar krijgen en ook nog die 3 andere accommodaties in stand houden? Wim, het eerste. Nou, dat gaat altijd over het belang. Kijk, als je als gemeente een jaar of 10 geleden, ik heb er aan bij mogen dragen, een keuze maakt om in elke kern een multifunctionele accommodatie te hebben, dan behoud je daarmee de cohesie in zo'n dorp. Hè. Dan breng je verenigingen bij elkaar, breng je mensen bij elkaar. Als je dat belangrijk vindt, dan ga je ook bij je prioritering voor geld, ga je daar vanuit. Waar ligt jullie prioriteit? Prioriteit is dat in elke kern mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar hebben ze een gebouw voor nodig. Maar dat hebben we gehoord. Maar je vindt toch dat we heel veel moeten gaan investeren in Hapert. En hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? De prioriteit voor de Vrije Haapse Partij is heel duidelijk. Het eerste punt van ons programma is de multifunctionele accommodatie. En ik denk, hè, we komen straks in Hapert. Terug in Hapert. Hè? Okay, ja, nee. Want de andere kernen, met name Castro, Loon en Netersel, die zijn wat dat betreft keurig netjes voorzien van multifunctionele accommodatie. En in Bladel zit natuurlijk ook nog het knelpunt, hè? Dat mogen duidelijk zijn, een goed ingeleid net.
Alleen de wens van Hapert en ook de noodzaak van Hapert is de afgelopen jaren denk ik eerder aangetoond. En ook door de gemeenteraad. Oké, okay, dus, helder punt gemaakt. Ik ga naar Bladel Transparant. Nee, maar ik ga even naar Bladel Transparant. Ook al bekrachtigd, hè? Oké, okay, ik ga naar Bladel Transparant. Heel even, hoe houden we alle 5 die ballen in de lucht? Ja, van alle 3, alle 5 die kerkdorpen. En van natuurlijk in het bijzonder ook nog de extra investeringen die in Bladel en Hapert nodig zijn. Nou, ik denk Bladel Transparant. Ik denk dat wij een nog vrij gezonde financiële huishouding hebben in de gemeente Bladel. En dat we dat kunnen. Feit is wel, als we in Hapert willen gaan investeren, mensen, dat kost 7 miljoen. Ja, die hebben we niet. Daar moeten we iets op gaan verzinnen als we dat willen gaan doen. En dat geldt ook voor een hert. Op het moment dat we met een hert iets willen gaan doen, dan zullen we ergens middelen vandaan moeten gaan halen. De komende jaren worden die middelen ontzettend lastig om te gaan vinden. Maar gelukkig heeft de gemeente Bladel jarenlang kunnen sparen. En hebben ze nog een potje van ongeveer 5 miljoen apart staan. Die wij gelukkig kunnen investeren in de gemeenschap. Maar dan komt nu nog 2 miljoen tekort, dus die moet u dan ergens vandaan. Exact, alleen ja? Ik zeg dan, we kunnen het ook voor Bladel gebruiken. Oh, oké. Okay. Het hoeft niet per se ook voor Hapert te gebeuren. Er moet goed gekeken worden, waar ligt nou die noodzaak, waar moet nou wat gaan. Waar ligt voor u die noodzaak? Voor mij ligt de noodzaak om in ieder geval naar de komende jaren met een hert en de gebruikers van een hert goed te gaan kijken wat we hier neer kunnen zetten. En of dat een facelift hier gepast is, de beste oplossing is. Of dat toch het verplaatsen van de hert naar het centrum dan de beste oplossing is. Oké, okay, dankjewel beide heren. Neem plaats achter jullie tafel, dan gaan we kijken wat de anderen daar nog van vinden. Wie van jullie wil als eerste reageren? Kijk even, Joan. Je dat? Ja, hij doet het al. Ja. Nou, ik denk inderdaad dat ontmoetingen zou het doel moeten zijn van een gemeenschapshuis. En een gemeenschapshuis is een middel daartoe. En daarom is het ook heel goed dat wij in al die 5 kernen gemeenschapshuizen hebben. Die moeten we vooral ook behouden. En ik ben het eigenlijk met Wim van der Linden eens dat de noodzaak in Hapert hoger is. En dat komt gewoon omdat daar een aantal functies op verschillende plekken zitten. Die op termijn ook veel geld gaan kosten. En die uit hun jasje zijn gegroeid. Dus die noodzaak is daar al veel groter aanwezig. Maar ik begrijp ook dat 7 miljoen daarvoor nodig is. Dat is heel veel geld. Dat hebben we niet, begreep ik ook al een beetje. Hoe gaan jullie dat bekostigen? Daarom is ook al gezegd dat het gefaseerd aangepakt kan worden. Het hoeft niet allemaal in 2015 daar te staan. Dat kan ook gefaseerd aanpakken, want een onderdeel daarvan is namelijk de scholen. Dat kan op een iets later moment aangepakt worden. Maar er kan zeker in deze periode wel een start meegemaakt worden, juist om die fasering. Bovendien, die kosten die net genoemd werden, dat moet je wel nuanceren, omdat namelijk het investeren in de huidige voorzieningen en op die op peil te houden, dat kost natuurlijk ook een hoop geld. Okay. Dat moet je wel in verband met elkaar brengen. Oké, okay. Ik kijk even verder. De VVD? Ja, bedankt. MFA's zijn natuurlijk erg belangrijk voor de inwoners om elkaar te kunnen ontmoeten, zoals ook al aangegeven. In 3 kernen hebben we al MFA's. Bladel en Hapert hebben inderdaad of een facelift nodig of nieuwbouw. Maar het totaalplaatje moet kloppen. Het moet zo zijn dat het financieel haalbaar is. Hoe gaat u dat in balans houden? Ja, nou ja, precies. Het moet financieel haalbaar zijn. Het moet met gebruikers moeten afgestemd worden. En daarna moet gekeken worden van ja, hoe we dat eventueel zouden kunnen doen. En als we dat gaan doen, dan zal daar... Maar ook in uw programma lees ik dat we wat moeten gaan doen in Hapert. Ik lees dat we eigenlijk in Bladel wat moeten gaan doen. Ik hoor over die andere dorpen niks. Daar zijn we blijkbaar heel tevreden over. Maar die bal moeten we ook in de lucht houden natuurlijk. Uiteraard. Ik vraag me eigenlijk een beetje af, luchtfietserij. Luchtfietserij. Ja, dat gaan we niet redden. Nee, dus het is heel belangrijk, denk ik, om in gesprek te gaan met gebruikers. Om te kijken waar de nuances liggen. En om te kijken hoe we dat eventueel financieel in kunnen passen. Oké, okay, ik weet zeker dat CDA de oplossing al heeft. Denk het niet. Nee? Oké. Okay. Nee, ook wij hebben geen zak met geld liggen. En dat is eigenlijk het grote probleem. Wat gaan we doen? Wat gaan jullie doen? Waar ligt voor jullie de prioriteit? Dat is ook wel interessant. De prioriteit ligt wat ons betreft momenteel in Hapert. En zeker gezien ik zojuist de voorzitter van de hert heb gehoord. Ja, er zijn hier eigenlijk geen echt grote problemen. Behalve wat achterstallig onderhoud en indeling van ruimtes en zulke dingen. Dus Hapert heeft onze prioriteit. Maar ja, het financiële plaatje is een groot probleem. En daar zullen we nog heel veel over moeten nadenken en vergaderen, denk ik. Nou, Davy, daar staat Bladel Transparant. Helemaal in zijn uppie. Ja, en nu? Nou, wat ik net ook al gezegd heb, mochten we nou concluderen dat een hert hier een fantastische, goede locatie heeft en dat we het met een facelift kunnen redden, dan is die investering waarschijnlijk een stuk lager dan dat we gaan verplaatsen. En ook ik begrijp dat er in Hapert een prachtige kans ligt. En ook ik begrijp dat we iets met die kerk moeten en kunnen gaan doen. En ik denk dat het ook wel kan,
Alleen, dat moeten we dan wel op de lange termijn zien. Want op de korte termijn, om dat geld bij elkaar te harken, mensen echt, dat lukt gewoon niet als gemeente zijnde. Ik begrijp forse investeringen, in elk geval of in Hapert of in Bladel. Even naar die drie andere accommodaties, de komende 4 jaar moeten die ook rechtop blijven staan. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen als we groot investeren in een andere accommodatie of accommodaties? Kijk even, John. Nou, de gelden die beschikbaar zouden moeten zijn om die gemeenschapshuizen qua exploitatie te laten kunnen draaien en ook de onderhoudskosten, die zitten gewoon al in de meerjarenbegroting. Dus daar hoeven we op zich geen extra geld voor vrij te maken. Ik ben het wel met meneer Duijs eens dat de exploitatiesubsidies onder druk zouden kunnen komen te staan. Omdat daar wel eens keuzes gemaakt zouden kunnen worden door de gemeenteraad dat erop bezuinigd moet worden. Nou, daar zijn wij dus geen voorstander van. Omdat, ja, wat ik net zei, ontmoeting is het doel. Okay. En gemeenschapshuizen zijn de belangrijkste functie. Ik loop het rijtje even af. Hoe houden we die andere drie ook in de lucht? Nou, wat John al aangeeft, daar zijn al begrotingen voor gemaakt. En ik denk belangrijk is om... Geen bezuinigingen de komende 4 jaar? Niet op dat vlak. Niet op dat vlak, nee. Okay. Maar als we andere investeringen gaan doen, dan zullen we daar goed naar moeten kijken. Laat het transparant. Geen bezuinigingen op dat vlak. Absoluut niet. Oké. Okay. Multifunctionele accommodaties in alle kernen zijn belangrijk. En om die reden denk ik niet dat er de komende jaren bezuinigd gaat worden erop. Vind ik, ik denk niet dat daar bezuinigd gaat worden. Goed. Ja. Politici kennende. Ik weet niet wie dadelijk een bruggetje gaat maken naar financiën. Maar daar zal ik dadelijk nog wel even uitleggen waarom wij denken dat er niets in deze tijd zeker is. En dat het anders kan. Oké, gaan we straks horen. Maria, tot slot, CDA. Nou, ik heb hier ervaring aan toe te voegen. Wij vinden ook dat de multifunctionele accommodaties moeten blijven. Gezond moeten blijven. En beschikbaar voor alle kernen. En de investeringen in Hapert of in Bladel mogen niet ten koste gaan van al die andere mooie accommodaties. Nee. Dat begrijp ik. Oké. Ik kijk in de zaal. Zijn er mensen die op dit punt over gemeenschapshuizen, accommodaties bij u in de buurt, maar ook van sportaccommodaties zijn trouwens, daar wil ik wel even naar uitweiden, nog iets te vragen of te zeggen of te melden hebben of zich zorgen maken? Want dat kan. Ik kom naar u toe. Ik kom even naar u toe met de microfoon, want dat is dan voor de omroep ook wat makkelijker. Zegt u even uw naam. En misschien ook wie u vertegenwoordigt, of u een vereniging vertegenwoordigt, of een buurtcomité, of misschien ook wel een politieke groepering. Ik vertegenwoordig niemand, alleen. Maar ik vind de accommodaties. Geef wie je bent. Gerrit Eefting het halen. Ik vind de accommodaties overal vrij goed, of zeer goed. En als ze daar heel veel geld in gaan steken, dat ze ergens anders uit moeten gaan halen, dat vind ik eigenlijk onverantwoord, en zeker in deze tijd. Want het zit overal op de bezuiniging, en nu gaan ze hier eigenlijk iets te goed is, dan willen ze nog meer geld uit zien te peuren ergens. U zegt eigenlijk, investeer niet, houd de kwaliteit in stand en besteed het geld aan betere dingen. Wat zijn betere dingen voor u? Nou, de kranten staan vol van bezuinigingen in bejaardenhuizen en meer dingen. Verder wil ik nog niet gaan, maar dat is heel duidelijk. Oké, daar komen we dadelijk ook nog op het punt. Zorg, uitstekend. Dus hier even reactie van achter de tafel, hoor. Reageer maar, iemand. Ja, ik snap het. En inderdaad, als we erachter komen en als we concluderen met z'n allen dat dit de goede locatie is, en dat we misschien alleen met een likje verf hier en daar hier moeten blijven zitten, dan moeten we dat ook vooral doen. Hè? Maar op het moment dat we constateren dat hier heel veel geld in geïnvesteerd moet gaan worden, om het voor de komende jaren... Maar ik begrijp dat meneer ook zegt, in Hapert is het ook prima zo, toch? Of niet? Of begreep ik dat verkeerd? Ik vind het prima. Oké. Dus dat is, eigenlijk is het goed zo. Ik denk dat in Hapert de voorziening die er nu is, hè, als je zeg praat over het gemeenschapshuis, dat is prima. Maar in Hapert zijn de noden ook wat breder, ook bij de basisschool, ook bij het steunpunt voor ouderen. En ik denk dat je door die combinatie te maken van die voorzieningen bij elkaar te brengen, en de herontwikkeling van de terreinen die daarmee vrijkomen, dat je daarmee in Hapert wat meer kansen zult hebben dan in Bladel. En okay. Dat rechtvaardig. Maar hier wordt gezegd al, hier wordt terecht gezegd van geef dat geld nou niet daaraan, maar geef dat aan andere dingen. En dan zijn er heel veel wijze andere dingen. Wordt dadelijk 40% misschien op de zorg bezuinigd, weet ik veel wat. Mag ik daarop reageren? Want juist om het mogelijk te maken voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met zorgbehoeften in onze gemeente, om die samen te kunnen laten komen en elkaar te ontmoeten, is het nodig dat we gewoon goede voorzieningen hebben, zoals gemeenschapshuizen en steunpunten. Okay, dus daar moet wel degelijk in geïnvesteerd worden. We gaan naar een volgende vraagsteller. Zeg even wie je bent. Ik ben Wim Spijker van de CDA-fractie. Maar we hebben de voorzitter van de HERT heeft het gehad over de gemeenschapshuis hier. Maar vergeet wel een groot ding, hij heeft het zijdelings aangeroepen. We zitten hier ook in dit gebouw met meer dan 1300 ouderen. Die elke week hier zijn. En die zitten behoorlijk in de knel hier zo. Die zit in de knel, de ouderen zitten in de knel. En wat moet daarvoor gebeuren? Want vertel even wat daarvoor moet gebeuren. Betere huisvesting, betere mogelijkheden, meer ruimte voor de mensen. Want het zijn twee categorieën, de jongere ouderen en de oudere ouderen.
Dat is tegenwoordig, want ze mogen vanaf 55 jaar lid zijn. En die hebben andere ideeën dan mensen die boven de 75 zijn. Laten we daar eens mee beginnen. We zijn al jaren bezig om voor die groep die hier zit een betere, solide accommodatie te krijgen en meer ruimte. En we moeten nu maar steeds maar schipperen. Laat ik het zo. Maar mag ik u wat vragen? Want ik hoorde net ook, overdag is de bezetting nog niet zo goed. En ouderen, die kunnen volgens mij ook heel goed overdag. Jawel, maar dan moeten wel de zalen beschikbaar zijn. En vaak gebeurt het ook dat de zalen niet beschikbaar kunnen zijn. En er zijn zoveel groepen, ja, met andere ideeën, dat we in de knel zitten. En ik vind dat dit opgelost moet worden. Ik kijk even achter de tafel. De VVD wilt reageren. Ja, ik denk dat hier, wat hier nu aan de orde komt, echt iets specifiek is wat wij ook vinden dat het totaalplaatje moet kloppen. En dat we dus ook duidelijk moeten luisteren naar de gebruikers van de ruimtes. Om te kijken of daar een zo goed mogelijke oplossing voor kan zijn. Ja. En kijk, Wim? Ja, en wat ook wel boeiend is om even aan te geven, dat dienstencentrum waar de heer Spijker om vraagt. Ik weet natuurlijk niet precies welk jaar, maar volgens mij is daarvoor voor het eerst in 2002 geld voor opgenomen op de gemeentebegroting. Dus de mogelijkheid om een dienstencentrum in Bladel in te richten, die bestaat al heel lang. Maar het heeft in Bladel ook nogal wat in. Zeg ik dan maar even kijken naar. Maar ik hoor hier ook zeggen: planning. Hè? Planning. Soms zijn zalen en niet beschikbaar. Nee, maar ik hoor aan de andere kant van de accommodatiebeheerder: overdag is de bezetting wat lager. Ja, maar er is ook al jaren geld in het investeringsprogramma opgenomen geweest voor het dienstencentrum in Bladel. En ook inhoudelijk is daar al jarenlang voor gepleit om dat dienstencentrum van de grond te krijgen. En ik denk dat ook intern, zeg maar, vanuit de toekomstige gebruikers wel een keer knoop doorgehakt moet worden. Ik kijk even ter afronding van dit onderwerp. Wie wil nog een laatste woord? Ik vind, we moeten ook niet alleen maar naar ouderen kijken alsof ze alleen maar hulpbehoevende mensen zijn in onze gemeente. Want ouderen die doen wel iets meer dan alleen maar samenkomen en kaarten en keuvelen. Dat zijn ook mensen die gewoon nog ontwikkelingsbehoeften hebben. Dus ik vind, het lijkt nu net alsof we ouderen over één kam scheren. We hebben ook met de KBO als Pro5 in gesprek gezeten. Ze hebben ook aangegeven dat deze plek hier prima is. Hoeft helemaal niet te verplaatst worden. Maar inderdaad vragen zij wel aandacht. Ja. Zodat zij terecht kunnen op de momenten dat ze dat nodig hebben. Maar er zijn ook andere plekken in de gemeente waar senioren terecht kunnen voor allerlei andere activiteiten. Ik begrijp heel goed dit debat aanhorende dat er nog veel water door de Dommel moet stromen, geloof ik. Hè, om uiteindelijk ook in Bladel, maar ook in de Haper iets voor elkaar te krijgen. Dat er burgers zijn die in elk geval zeggen: gemeenteraad, denk goed na waar je het geld aan geeft, want er zijn andere prioriteiten die misschien wel belangrijker zijn. Dankjewel voor jullie bijdrage. We gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo van Hans, Piet en Friet. Dankjewel. Goed, als u uw plaatsen weer inneemt. Terecht kwam iemand naar me toe en die zegt: God, wie is toch die gespreksleider? Mijn naam is Mark Breugelmans. En ik ben het minst belangrijk vandaag. Dus vandaar dat ik me vergeten was voor te stellen. Maar uiteindelijk zijn dit de hoofdrolspelers. En zij moeten het voor u de komende 4 jaar gaan doen. Ik ben de aangever en ik doe dat graag. Ik kom uit Roermond. Dus dat is niet in de buurt. Maar ik ben wel vanaf de zijlijn al een aantal jaren in Bladel betrokken. Ik heb meegewerkt aan de regiobranding van de Kempen. Ik heb ook aan de toekomstvisie van Bladel nog mijn bijdrage mogen leveren met een aantal avonden met de gemeenschap. Dus sommige van u zullen mij vast al een keer eerder gezien hebben. Fijn hier te zijn en mooi om te zien dat u met zo'n veel mensen vanmorgen hier bent. Want dat is geweldig, fantastisch. Ik zie wel eens debatjes zitten met 20 man in de zaal, dus dit voelt goed. Goed, we gaan naar het tweede onderwerp. En het tweede onderwerp, daar wil ik het hebben over de lasten in deze gemeente. De financiën eigenlijk van de gemeente en de lastenverzwaringen. Dit is een gemeente waar het eigenlijk op zich best allemaal wel een beetje in balans is. En als ik alle partijen in de voorgesprekken hoor, dan zeggen ze allemaal wel: ik ben heel tevreden. We gaan dadelijk misschien wat nuances horen. Maar ik ben eigenlijk eens heel nieuwsgierig. Hoe ervaart u nou eigenlijk de gemeente als het gaat om lastendruk? De OZB, alle belastingen, de riolenheffing, toeristenbelastingen hebben we. We hebben een hele hoop belastingen. Hoe worden die ervaren? Ik kijk eens even in de zaal. Wie wil daar iets over zeggen? Anders kom ik gewoon naar je toe, hoor. Wie wil er iets over de lasten in deze gemeente zeggen? Is het goed geregeld in deze gemeente? Betaalt u niet te veel? Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag natuurlijk. Wat is dan ook te veel? Maar er zijn wel een aantal zaken waarvan je dus ernstig over na zou kunnen denken. Van, moet het nou niet een euro meer of een euro minder zijn? Kunt u iets noemen?
Nou ja, het gaat dan inderdaad bijvoorbeeld over het OZB. Of over een rioolheffing of welke andere heffing dan ook. Anderzijds is het, en dat vind ik dan ook belangrijker, van wat willen wij voor een voorzieningenniveau hebben in de gemeente Bladel en wat zijn we daar met z'n allen bereid voor om te betalen. En of dat nou via de OZB of via de rioolheffing of welke andere heffing dan ook komt, we zullen het dan, als we voor die keuzes maken, zullen we dan toch het met z'n allen ook moeten betalen. Wat is uw persoonlijk standpunt daarin dan? De belastingdruk dan maar omhoog? Als het niet anders kan, dan zou de belastingdruk dan ook omhoog moeten. En dan zou je dus wel moeten kijken bij welke mensen dan wat meer te halen is als bij de anderen. Want dat zit ongetwijfeld zit daar dan ook een verschil tussen. Ik ga even dieper de zaal in, want ik vind het toch wel. Ik zie hier ook een jongere zitten. Die heeft natuurlijk niet zoveel met belastingdruk misschien te maken. Want misschien woon je nog bij je ouders thuis, dat weet ik niet. Nee. Ik woon al wel op mezelf. Dus, maar ja, ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik zelf van mening ben dat die druk inderdaad ook wel verdeeld moet worden, maar tot op zekere hoogte. Ik bedoel, bij mensen waar het niet te halen valt, ja, daar kunnen we natuurlijk inderdaad niet halen. Maar die voorzieningen zijn inderdaad het belangrijkste en die moeten gewoon, naar mijn mening, gewoon op orde zijn. En als daardoor inderdaad de druk iets hoger wordt, ja, dan... U betaalt niet te veel, begrijp ik. U bent eigenlijk best wel tevreden. Het mag wat een onsje meer. Nou, ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden met hoe dat op dit moment hier loopt. U kunt het goed messen. Wat voor werk doet u? Ik zit op dit moment bij een meubelbranche en daar doe ik marketingcommunicatie. Dus, okay. Maar dan gaat het ook niet zo goed in die branche, of wel? Bij ons gaat het redelijk. Oké, het gaat goed met jou. Kijk eens, gaat het met iemand minder en wil die daar iets over vertellen en zeggen van god, die belastingdruk moet absoluut niet hoger. Ik wil dat gewoon op zijn minst, op zijn pijl of liefst omlaag. Wie wil de belastingdruk omlaag hebben? Dat verbaast me. Ja, ik denk, nou heb ik wat weg te geven en nou doet niemand mee. Maar ik zie u hier de vinger opsteken. Zeg even wie. Nou, ik ben Johan Kraaivanger. Nou, natuurlijk wil ik dat de belastingdruk omlaag gaat. Maar alle andere dingen die moeten wel in stand gehouden blijven. En ik denk op het moment dat duidelijk is waar die belastinggelden voor ingezet gaan worden, dat er best mensen bereid zijn om iets meer bij te gaan dragen. Dus, maar als het kan omlaag, ja, waarom niet? Het zal niet kunnen. Het zal niet kunnen, zegt u. Ik zag daar nog wat handen. Ik kijk even wie stak hier. U stak ook nog de hand op. U ook, hè? Ja. Het kan lager. Want als er hier allemaal gepraat wordt over al die gemeenschapsvoorzieningen. Nou, ik vind deze voorziening grandioos mooi. En ik snap niet waarom hier dan heel veel geld in geïnvesteerd moet worden. Die de burger moet betalen. Ja, u bent ook van Hapert? Van Hapert, ja. Nee, en Hapert ook niet hoor, want dan krijgen we, laat de kerk maar een goede bijdrage doen voor het gemeenschapshuis in Hapert. U bent heel stellig daarin. Zijn er mensen, CDA is dit, ja? Nee, ja, ik heb geen idee. Nee, maar zijn er mensen in... Kempen gezond, oké. Heel belangrijk. Lijst 6? Nee, geen lijst. Wij zijn een stichting die opkomt voor de gezondheid in gemeente Bladel. Heel even onder ons, hè? Want dan zeg ik van god, zijn er mensen die in deze gemeente in de knel komen als de belastingdruk hoger zou worden? Ja, zeker. Zeker weten. Ja? Ja. Laten we maar een onderzoek doen dan. Ja. Okay. Er zijn mensen die in de knel komen. U zegt ook ja. Ja, ik zelf niet, maar ik ken nog wel die behoorlijk in de knel komen, ja. De voedselbank is er ook al. Oké, nou goed. We gaan het met de politiek erover hebben, over de lastendruk in deze gemeente. En wordt daar nou wel of niet heel verschillend over gedacht? Ik merk hier in de zaal in elk geval dat we op zich niet ontevreden zijn. En het kan een onsje beter. Maar als de voorzieningen daaronder lijden, dan mag het misschien ook wel een onsje meer. Dus er is niet eens gezindheid over. Nou, dat zal vast in de politiek ook zo zijn. In debat met elkaar gaan Wim van der Linden van de VAP en Pauline Haspel van de... Hospel, sorry. Van de VVD. Dus als je de bril niet op hebt. Hè? Dus. Goed. En we hebben afgesproken dat Wim mag beginnen. Dus de eerste minuut op het lastendrukverhaal is voor Wim. Dankjewel. Wij vergelijken de financiële huishouding van de gemeente vaak met het huishoudboekje van de mensen thuis. En dan zie je toch heel veel overeenkomsten. Net in de vorige beurt werd verteld van nou, de gemeente heeft nog een riante spaarpot. Die illusie wil ik graag weghalen. De gemeente die heeft, als je kijkt naar de structurele positie, in 2016 ruim 470.000 euro tekort. Dat tekort dat zal op een of andere manier weggewerkt moeten gaan worden, voordat je ook nog aan nieuwe wensen kunt gaan denken. Om die reden hebben wij aangegeven dat we bij
de keuzes die we gaan maken voor de toekomst ook in overweging zullen nemen om te kijken of die belastingdruk of die niet een keer herzien moet worden. Het beleid wat tot nu toe gevoerd is door het huidige college heeft ertoe geleid dat er tekort is ontstaan. En ik denk dat we de komende jaren vooral moeten werken om daar vanuit een gezonde financiële, solide financiële positie een nieuwe start te kunnen maken. Voordat je aan de investeringen toekomt. En ja goed, we hebben in ons programma dat ook als zodanig benoemd. Wij willen praten over hier, de tijd is om. Ja. Oké. Okay. Ja. Applaus voor Wim. Ja. We komen er dadelijk nog op terug, Wim. En je hebt nog alle ruimte om verder toe te lichten. We gaan naar Paulien van de VVD. Ja, de VVD is van mening dat de OZB niet verhoogd moet worden. Hooguit met inflatiecorrectie. In deze tijd hebben de burgers het vaak, of de inwoners, toch al zwaar met allerlei bezuinigingen. En dit moet niet ten koste gaan van de inwoners. We moeten niet meer geld uitgeven dan wat er binnenkomt. En wel zorgen voor een gezonde en solide financiële huishouding. En we zullen daarvoor moeten zorgen dat we, als we geld willen gaan uitgeven, dat we dat dan op een andere manier doen. En dat we dan ergens anders misschien moeten gaan bezuinigen. Dus dat het totaalplaatje blijft kloppen. Dat blijf ik maar herhalen. Dat is jullie standpunt. Binnen de minuut. Ja. Applaus voor Paulien. Keurig. Nou, laten we dan bij Paulien even blijven ook. En gelijk al zeggen, want ik las in jullie programma heel inderdaad van als het dan niet anders kan, dan maar beleid schrappen. Zo staat het in jullie programma. En toen was ik heel nieuwsgierig naar het, en toen dacht ik van wat zou nou het eerste zijn wat de VVD dan kwijt zou willen? Dat is een goede vraag. Dat zullen we dan op dat moment moeten gaan bekijken. Daar hebben we nu nog geen concreet antwoord op. Maar het is in ieder geval wel zo, want dat was ik net nog eventjes vergeten. Nu hebben we het steeds over woonlasten. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om woonlasten uit elkaar te trekken. Je hebt rioolheffing of rioolrecht en afvalstoffenheffing. En je hebt OZB. Op dit moment is het aan elkaar gekoppeld. Door voortschrijdend inzicht hebben we geconstateerd dat je appels met peren vergelijkt. Dus dat moet even uit elkaar getrokken worden. Zorgen dat de afvalstoffen en rioolrechten in ieder geval 100% kostendekkend zijn. En de OZB handhaven. Oké, dus daar zou wel een stijging in kunnen zitten als de kosten stijgen. Als dat nodig mocht zijn, dan zou dat moeten. Oké, hou er rekening mee. Ja? Laat op de factuur. Nee, maar Wim, jij bent. Ja, ik vind jullie toch, en als ik jullie programma ook lees, dan is dat doordrocht van. Nou, we hebben eigenlijk geen grenzen. Het maakt niet uit. Als het maar ten goede komt aan de gemeenschap, dan mag het nog hoger en dan is er ook nog ruimte. Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden hoor. Ik weet niet wanneer je het gelezen hebt. Nou, ik wil wel een paar dingen noemen die ik gelezen heb hoor. Maar ik heb wel bijvoorbeeld gelezen dat jullie bijvoorbeeld een toeristenbelasting, waar andere gemeenten toch langzaam een beetje vanaf aan het gaan zijn, dat je daarvan zegt, nou handhaven en misschien nog wel verhogen, want en dan wel ook als een doelbelasting gebruiken. Jullie zijn wel een beetje van de belastingen. Wij zijn vooral van de voorzieningen. En net als thuis, hè, ik heb net geprobeerd aan te geven, moet je gewoon kijken, waar kan ik het betalen? En als je iets belangrijk vindt, dan ga je op zoek naar geld om te kunnen betalen. En daarvan zeggen wij in ons programma, daar sluiten wij de belastingen niet op voorhand bij uit. Want uiteindelijk is dat zo ongeveer ook het enige middel waar je als gemeente je invloed op kunt uitoefenen. Maar dat begrijp ik. Je gaat OZB-belasting gebruiken om het voorzieningenniveau op peil te houden. Ja. Iedereen betaalt daar op die manier aan mee, maar niet iedereen maakt daar gebruik van. Is dat dan gelijk verdeeld? Ik denk als je kijkt naar het voorzieningenniveau en daar waar de belastinggelden aan besteed worden, dat altijd ten algemene nut is. En natuurlijk de ene heeft. De hondenbelasting ook. Hebben we niet, hè? Oké. Nee. Oh, die hebben we niet. Nee, hebben wij gewoon in onze. Die komt er ook niet. Nee, als ze mij niet. Nu hebben we twee honden. Okay. In de gemeente. Of. Oh, jij hebt twee honden. Ja, okay. Dan komt het. Nee, kijk, het ligt met eigen belang dus. Ja, even nuanceren. Hè. Kijk, als je vindt dat al die voorzieningen allemaal aparte financiële stromen moeten gaan krijgen, dan krijg je dadelijk hondenbelasting en je krijgt dadelijk allerlei heffingen op het houden van huisdier of misschien wel van twee of van drie auto's. Daar zijn we geen voorstander van. Daar hebben we in Nederland systeem voor de OZB. En ik denk dat we dat de grote goed is dat we daar ook op proberen af te rekenen. En dat is bij ons op dit moment heel erg hard nodig. Want ik verbaas me dat de VVD zegt, we hebben een solide financiële positie. Ik kan niet anders dan uit de stukken lezen dat we structureel in 2017 450.000 euro tekort komen. Ja. En als je dan. En u verwijdert het huidige college ook een beetje dat ze gestrooid hebben met geld? Nou, dat nog eens niet. Maar ik denk dat het huidige college niet op tijd heeft ingegrepen. En dat ze niet doortastend genoeg zijn geweest om de tering naar de nering te zetten.
En bij die actie had je volgens mij ook kunnen overwegen om de OCB omhoog te doen. Oké, ik ga even naar de VVD. Wim. Wim zijn kruid is al bijna verschoten, want die mag hierna niet meer hiervoor staan. Dus hoe staan jullie? Want jullie toeristenbelasting bijvoorbeeld zeggen jullie niet aankomen. Op dit moment niet. Absoluut niks mee gebeuren. Daar verschillen jullie van mening. Ja, en ook, ook voor het stukje OCB voor die voorzieningen. Je kunt ook kijken van hoe kun je het op die voorziening op een andere manier op peil brengen, zonder dat daar gigantische investeringen worden gedaan. Maar we komen in 2017 tekort. Ik denk dat, dat nog bezien moet worden. Nou. Oké, Ben? Kijk, volgens mij heeft het college deze meerjarenbegroting aangeleverd, is je door de raad goedgekeurd. En er zit 440.000 of 470.000 euro in 2016 en 440.000 euro in 2017 als structureel tekort. Ja. En misschien een saillant detail. Maar dat betekent dus de belastingdruk gaat naar jullie oordeel stijgen dan naar 2017 toe? Ik denk dat je eerst ook moet kijken van waar kunnen we nog strepen gaan zetten. Maar we hebben pas een bezuinigingsslag achter de rug in de gemeente. En daarin hebben wij al keuzes moeten maken waarvan we ook tegen elkaar hebben gezegd van nou raakt het toch wel heel erg ons voorzieningenniveau. Oké. Okay. Ik kijk nog even tot slot naar de VVD. Nou, misschien moeten we opnieuw een bezuinigingsslag slaan. Waar ligt dan voor jou toch de prioriteit? Ook al weet je dat nog niet helemaal. Ik noem een onderwerp. Zeg voor mij, Bart, de bladel het gemeenschapshuisnecht. Zo niet in 1, 2, 3 zeggen. Niet te zeggen, oké. Okay. Nee. Nou, dat is eigenlijk jammer, want dat hadden de mensen wel als duidelijkheid graag gewild natuurlijk. Ja. We gaan het er met anderen over hebben. Dankjewel. Applaus voor de twee debaters. Ik kijk even achter de tafel. Wie wil als eerste? Maria, mag ik bij jou beginnen? Het CDA. Hoe staan zij in het verhaal van de lastenverzwaringen, lastenverlichtingen? Ik geloof dat jullie dicht in de buurt een beetje van de VVD komen, maar vertel. Ja, dat mag. De afgelopen 4 jaar zijn de totale lasten gekoppeld geweest. En het streven was om de lasten voor de burger niet hoger te krijgen in totaal. Ja, daar willen wij graag van afzien, want afvalstofheffing en de rioolkosten die willen we kostendekkend houden. Ja. En de OCB die mag wat ons met mate verhoogd worden. Niet zoals in Haapt gesproken werd over 25% of zo. Ja. Dus, maar we zitten daar met een dubbel probleem, hè? Want die OZB die willen we wel verhogen, maar de waarde van onze huizen en van onze gebouwen is verlaagd. Dus we worden eigenlijk dubbel gepakt eigenlijk een beetje. We denken eerder van we hebben er een voordeeltje bij. Die OZB gaat in absolute zin gaat die nu dalen voor de burger. En dan gaan jullie hem rukzichtloos verhogen. En percentueel gezien kan dat wel eens hard aankomen. Dus daar zijn jullie het wel over eens, begrijp ik een beetje. Ja, wij zijn het erover eens dat de OCB eventueel een enkele procent omhoog kan. Vooral voor het voorzieningenniveau peil te houden. En het voorzieningenniveau is gewoon ook heel erg belangrijk, zoals Joan al vertelde. Okay. Ook voor onze ouderen en voor onze mindere bedeeld. Oké, okay, dat rechtvaardigt dan. Ik kijk even naar Bladel Transparant. De coalitie heeft het eigenlijk te laat ingegrepen, heb ik gehoord. Nou, ik denk dat het niet het geval is geweest. En inderdaad, er is nog wel een 4 ton ruim tekort in de toekomst. Maar die tekorten en problemen zijn er om opgelost te worden. En er zijn een hele hoop manieren om dat te doen. Hoe gaan jullie dat doen? Wij hebben de afgelopen jaren alle lasten voor de inwoners voor ons gevoel op één hoop gegooid en gezegd, dat zijn de woonlasten. Dus daarin, al eerlijk gezegd, de rioolheffing, de afvalstofheffing en de OZB. En wij kijken naar het totaalplaatje. Wij vinden dat het totaalplaatje van die gemeentelijke belastingen niet zou moeten stijgen. Wat kun je dan nog wel doen? De toeristenbelasting. En ik heb daar misschien een leuk voorbeeld bij. We hebben een fantastisch vakantiepark in de gemeente Bladel, waar ontzettend veel overnachtingen per jaar zijn. Daar komen ontzettend veel mensen op af elk jaar. En als Henk uit Amsterdam hier in Bladel of in Hapert op dat mooie vakantiepark komt, die daar in zijn teenslippers rondloopt en die met zijn spijkerbroekje aan rondhobbelt, die maakt het echt helemaal niks uit of dat die 1,20 euro of 1,25 euro betaalt aan toeristenbelasting. Dus probeer dan juist daar die belasting te gaan verhogen, zodat we in ieder geval de inwoners van... Zijn er ondernemers in de zaal? Zijn er ondernemers in de zaal uit het toerisme? Ja? U bent het met hem eens, hè? Vast en zeker. Hè? U bent het vast en zeker met hem eens. Ik trek toch even de zaal erbij. Ik vind dat toch wel gezellig. Ik ben Jos Duijs. Ik heb een camping. Dus het is absoluut niet zoals Davy... Kan nog wel een eurotje bij. Absoluut niet. De mensen die draaien om. Als je kijkt naar de gemeente Apeldoorn, daar is een toeristenbelasting 45 cent. En hier zitten we op 1,21 euro. Dus kom er alsjeblieft niet aan en verlaag het. En verlagen natuurlijk. En besteden ze het ook goed, die toeristenbelasting? Dat gaat in de algemene middelen.
Dat wordt niet, besteed aan toerisme. Dat vindt u ook eigenlijk anders? Ja, maar dat kunnen niet meer anders draaien. De gemeente is bijna afhankelijk van de toeristenbelasting. Oké, de gemeente is afhankelijk van die toeristenbelasting geworden, meneer Jansen. Dat denk ik niet. Maar in ieder geval, ik denk dat het, ik leg liever de rekening niet bij de gemeente, of de inwoners van de gemeente Bladel. En daarom zijn wij naar andere oplossingen gaan zoeken. Oké. Ander detail misschien, ja? Leuk om te vertellen over de OZB. De OZB in Bladel behoort tot de laagste 5 van Brabant. En dan kunnen een aantal mensen gaan roepen van, oh, dan kunnen we misschien wel verhogen. Maar ik denk, laat die OZB gewoon lekker bij de laagste 5 van Brabant horen. Oké, helder, duidelijk. Ik ga nog even naar Joan. Ja. Hoe staat Pro 5 hierin? Nou, wij vinden ook het voorzieningenniveau heel belangrijk. En om die reden zeggen we ook, we zijn geen principieel tegenstander van een eventuele verhoging. Maar je moet wel altijd heel goed uit kunnen leggen waar je dat... Waar je dat geld dan aan besteedt uiteraard. Want je moet wel aan de mensen kunnen uitleggen waarom ze meer moeten gaan betalen. Waar ik overigens mee oneens ben, is dat zogenaamde spaarpotje wat we nog zouden hebben. Dat is er namelijk helemaal niet. Mm-hmm. Blauwe Transparant refereerde daar al eerder aan. En dan hebben ze het volgens mij weer over die NRE-gelden. Die 5 miljoen. Die 5 miljoen. Maar die waren al in Hapert besteed, toch? Maar nee, maar dat is echt een misvatting. Want als je dat geld dus gaat gebruiken, wat nu overigens... He, waar de rente nu van trekken, 2 ton per jaar. Als je dus dat geld nu gaat gebruiken voor grotere projecten... dan sla je dus gewoon een gat in de begroting van 2 ton maar per jaar. U maakt deel uit van die coalitie. En u hebt de laad ingegrepen, heb ik de Vrije Haperse Partij over zeggen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Alleen is het wel zo, en dat weet meneer Van der Linden ook heel goed... is dat de Raad het hoogste orgaan is en die stelt ieder jaar de begroting vast. Dus zij zijn degene die het altijd toch nog het hoogste woord zouden moeten. Dus u zegt eigenlijk, de Raad heeft niet op zijn zaken let. Nou ja, als je het zo zou willen stellen, dan vind ik dat wel een goede tegenwerping. Oké, ja. Oké. Ik kijk even in de zaal. Zijn er mensen die op dit onderwerp van de lastenverzwaring, lastenverlichting, van het financieel beleid van de gemeente nog iets kwijt willen? Ja, ik zie daar helemaal achter in de zaal. Ik kom naar u toe. Zeg even uw naam, zodat we weten wie u bent en ook even wie u vertegenwoordigt. Ik herken hier in een oud raadslid, geloof ik. Ik wil nog wel even een Maarten Rietveld. Ik ben tegenwoordig bij Bladel Transparant aangesloten. Maar ik wil wel even een kanttekening maken ten aanzien van de OZB. Want die moet inderdaad op een aanvaardbaar niveau blijven. Maar wat velen niet weten is dat... bij algemene daling van de huizenprijzen... de gemeente tot op zekere hoogte... door landelijke fondsen gecompenseerd kan worden... als zij nadeel ondervindt van dalende huizenprijzen in financiële zin. Dus bij alle overwegingen betekent het niet automatisch... dat de OZB verhoogd zou moeten worden... omdat de gemeente ook andere compensatiemogelijkheden heeft. Maar daar zijn niet alle inwoners van op de hoogte. En in dit kader wil ik wel even transparant zijn, want dat hoort er ook bij. Heel goed, dankjewel. Ik kijk even nog, wil iemand nog reageren? Kan iemand reageren? Er is een potje voor als we tekort komen op die OZB door de verlaging waardedaling van het onroerend goed. Doen we dat al? Coalitie, doen we dat al? Ja, als hoogste orgaan. Ah, jij bent niet coalitie. Nee, maar het coalitie is niet het hoogste orgaan. Oké. Als hoogste orgaan. Heel goed, Wim. Die is voor jou. Ja. Hebben ze. Nou, ik ken dat potje niet. En ik weet wel dat er op een paar plekken in Nederland wat frictiegemeenten zijn die af en toe ondersteunt. Maar dan is er iets anders aan de hand dan in Bladel, waar ook nog ruimte is om de OZB binnen de grenzen te verhogen. Oké. Wie wil het slotwoord? Alles is gezegd. Nou, volgens mij maken wij wel degelijk gebruik van het potje ter compensatie van de verliezen die wij leiden door de waardedaling. En daardoor hebben we ook de afgelopen jaren de OZB op het gelijke niveau kunnen houden. Ik beproef in elk geval dat we de komende 4 jaar wel iets kunnen verwachten van lastenverzwaring. Maar altijd met 1 goed doel voor ogen en met een goede beargumentering, heb ik hier achter de tafel gehoord. Het gaat dan over ons voorzieningenbeleid. Houd het in de gaten, zou ik zeggen. Tijd voor een klein muzikaal intermezzo en een applaus voor de winnaars.
hebt vast al in de kranten kunnen lezen dat de komende jaren er heel wat op de gemeente gaat afkomen. Onder het motto, we decentraliseren een heleboel taken op het gebied van zorg en werk naar de lokale overheid. Is er een enorme transitie aan het plaatsvinden, aan zich aan voltrekken. En die transitie die brengt heel veel onzekerheden met zich mee, ook in onze eigen Bladelse gemeenschap. En de heer Starrenburg die heeft met een duidelijke en uitgebreide vraag zijn zorgen kenbaar gemaakt. Ook vanuit de GGZ-wereld zijn er bij ons zorgen binnengekomen over de veranderingen die transities, die decentralisaties met zich meebrengen. En we hebben meneer Starrenburg bereid gevonden om vandaag een kort woord tot ons te richten en ons mee te nemen in zijn zorg op het gebied van deze decentralisaties. Meneer Starrenburg, mag ik vragen om naar voren te komen? Ik geef u graag even het woord. Onze regering is sterk aan het bezuinigen geslagen. Dat zal u in de afgelopen jaren, ook als privépersoon, maar zeker als ondernemer, niet ontgaan zijn. Waar de politiek mee te maken krijgt, de politiek achter me, is dat een groot aantal taken op het gebied van de volksgezondheid op hun, en dan is dat de raad als hoogste orgaan, praat ik maar even na, komen te liggen. En, zoals dat tegenwoordig gaat, met minder geld vanuit het Rijk. Meer halen, minder brengen. De jeugdzorg, de ombuiging vanuit de AWBZ naar de WMO en de participatiewet zijn enkele zaken welke de gemeente moet gaan uitvoeren. Maar er komt in de komende raadsperiode beslist nog veel meer op deze gemeente af. Binnen de GGZ, u zei het net al, wordt al nagedacht over financiële participatie. Dat betekent dus geld brengen naar die instellingen vanuit onze zak. Vanuit de gemeente, waarvoor de instelling dan werkt. Maar nu bij de huidige activiteiten. U gaat van de Rijksoverheid minder geld krijgen om wat zo mooi heet, en dan kom ik bij een ambtelijk woord, de staat van de volksgezondheid beter te waarborgen. Wat houdt dat nu in? De gemeente die moet passende zorg gaan lenen. Gaan leveren. En de krukas zit bij dat woord passende. En dat terwijl we met z'n allen steeds ouder worden. En dat hopen we natuurlijk maar. En de zorgbehoefte over de hele bevolking stijgt. Dichtbij is beter dan veraf. U heeft direct zicht op de plaatselijke zorgbehoefte en kunt daar met maatwerk, zoals de staatssecretaris op afstand aangeeft, direct op inspelen. Nu komt de plaatselijke anekdote, althans wat ik al zodanig beschouw. Ik zag overigens op weg hier naartoe een stokoude vrouw, Mimers. Ze stond daar wat stilletjes aan de zijkant van het gemeentehuis. Eén ding was zeker, in haar tijd was de gezondheidszorg gebrekkig. Of beperkt, om maar een ander woord te gebruiken. In de huidige tijd gaan we van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Hoor Rutte. En dat raakt de hele bevolking, ook u als kiezer. Waaronder het steeds meer vergrijzende deel van de bevolking. Burgerleiding, ondersteuning en verzorging wordt wettelijk gezien een onmiskenbaar deel van het gemeentelijk takenpakket. En dat juist in de komende raadsperiode. Wat gaat u daaraan doen? Oké, dankjewel, meneer Starrenburg. Die de moeite genomen heeft om op papier te zetten wat hem beweegt. Er wordt een heleboel gezegd en die decentralisaties betreffen niet alleen de zorg. Die betreffen ook het naar werk toe leiden van mensen met een handicap of een achterstand. Dus we bespreken het onderwerp een stuk in de breedte. Het is maar dat u dat even weet. Maar deze zorg komen we heel veel op straat tegen. Ik hoor het zelf ook heel veel. En ik denk een heel mooi thema om bij de kop te pakken.
We gaan daarover in debat met Pauline Hospel van de VVD en Joan Veldhuizen van Pro 5. Okay. Ja? Nou, afgesproken dat de VVD de aftrap mag geven. De eerste minuut is voor jou. Ja, er komt heel wat op de gemeente af. De zorgtaken die zullen naar de gemeente toekomen. Ik denk dat daardoor wel de bureaucratie beduidend zal verminderen. We zullen ook wel minder middelen hebben. Maar doordat we de lijntjes veel korter kunnen houden, kunnen we de kosten ook inperken. Het kan kleinschaliger, maar het is wel belangrijk om hier een goede samenwerking te hebben met de campergemeente. Dan heb je meer kunde, meer kennis. En ik denk dat het heel goed is om dat in ieder geval in gezamenlijkheid te doen. Dan is het nog steeds kleinschaliger dan wat het nu is. Bureaucratie moet weg. En wat voor de VVD belangrijk is dat de mensen zich zelf kunnen ontplooien en in vrijheid en dat ze zelfredzaam zijn. En indien nodig moeten wij daarbij ondersteunen. En dat zullen we ook zeker doen. Daarnaast is er wel... Is de tijd. Dankjewel. Ja, de helaas. Precies nu. Oké, okay, applaus voor Pauline. Heel goed. Joan, een minuut gaat in voor jou. Ja, nou, Pro 5 deelt de zorgen die zojuist door de sprekers zijn geuit. Het is een enorme opgave die op ons afkomt. En zeker gezien de absurde bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid op zorg voor kwetsbare mensen. Daar waren we geen voorstander van, maar daar hadden we helaas niet zoveel over te zeggen. Maar goed, wat daar dus voor nodig is om dat als gemeente goed te laten landen hier voor kwetsbare mensen, is dat we enorm goed gaan samenwerken met professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en enorm veel ondersteuning ook aan die mensen gaan bieden. Omdat je alleen samen zeg maar, ja, deze opgave het hoofd kan bieden. En daarbij zijn die voorzieningen waar we het eerder over hadden echt van levensgroot belang dat die in stand gehouden worden. Want dat is dus waar heel veel mensen samenkomen. En ja, dat is de sociale infrastructuur die we hiervoor voor gaan gebruiken. En verder gaan we organiseren op lokaal niveau wat lokaal kan. En heel veel kan er op lokaal niveau als je goed samenwerkt. En heel veel dingen zullen ook regionaal en zelfs met 21 gemeenten opgepakt moeten worden. Omdat we daar gelukkig niet genoeg klanten hebben die van specialistische zorg gebruik moeten maken. Oké, okay, dankjewel. Applaus voor Joan. Ik blijf even bij Joan. Joan, ik hoorde hier zeggen, het grote voordeel van deze decentralisatie, VVD ziet hier heel erg zitten, die decentralisaties. Het grote voordeel daarvan is, het komt dichterbij en kan daardoor minder bureaucratisch. Is dat waar? Is dat niet waar? Waardoor komt dat dan? Ik denk zeker dat daar kansen liggen, ja. Dat het dichter bij huis beter georganiseerd kan worden, ook zeker minder bureaucratisch. Want de voorbeelden van gezinnen waar 12 verschillende hulpverleners in huis komen, die zijn er wel degelijk. Daar maken we ook dagelijks mee. En dat is ook echt onwenselijk. En daar zijn mensen ook niet mee geholpen. Dus ik denk zeker dat het minder bureaucratisch kan. En dus kun je een voorbeeld geven van wat er dan minder bureaucratisch gaat? Nou, bijvoorbeeld dat de hulpverleners langs elkaar heen werken. Dat is een hoop bureaucratische romslomp. Komt nooit ten goede van de persoon die zorg nodig heeft. Dus hoe gaan we dat voor elkaar krijgen dan? Nou, door ervoor te zorgen dat er in een gezin maar één persoon is die daar de regie in handen heeft. Oh. Samen met die klant. En okay. Dus niet dat mensen langs elkaar heen aan het communiceren zijn. Oké, okay, is dat wat je bedoelt met minder bureaucratie? Ik sluit me daar helemaal bij aan. Eén planner voor één gezin. En op die manier kun je ook zorgen dat mensen die nu buiten de boot vallen, omdat er misschien 12 hulpverleners op één gezin zich storten. Ja. Houd dat bij één hulpverlener of indien nodig een paar meer. Maar in ieder geval zorg dat dat beperkt blijft. En dat ook andere mensen die nu buiten de boot dreigen te vallen, niet buiten de boot. Overzichtelijk structureren betekent eigenlijk een gesprek gaan met zorginstellingen. Die absoluut. Nu allemaal, zeker in de jeugdzorg, ja. daar hoor ik heel vaak klagen. Ja. Ik heb eens een keer in Venlo een onderzoek gehoord. Dat meer dan 28 instellingen zich bezighouden met jeugd en ja, jeugdzorg. Dat is, ja. En dat het een door de bomen de bos niet meer zien is. In hoeverre, waarom hebben we dat tot nu toe niet gedaan? Waarom wachten we daar op een decentralisatie? Het probleem is dat daar nu vanuit veel verschillende richtingen wordt gestuurd. En de organisaties werken ook helemaal niet samen. En het is juist de bedoeling om dat nu vanuit de gemeente meer te gaan structureren. Dat die betere samenwerking er is. En dat het gewoon kleiner gehouden wordt. En hoe weet u dat de zorginstellingen daaraan mee gaan werken? Uiteindelijk zullen we het samen moeten gaan doen. En wij moeten zorgen dat de mensen in ieder geval de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ja. Die zorginstellingen gaan het duurder maken.
Nou kijk, als gemeente krijgen wij natuurlijk nu de regie in handen. Dus wij kopen straks alleen maar zorg in van instellingen die ook willen samenwerken. Want anders doen ze wat ons betreft gewoon niet mee. Samenwerken zal moeten, maar waar we ons wel zorgen over maken als Pro5 is die medewerkers in de zorg. Want het is wel zo dat zeker op de laagste niveaus, dus niveau 1 en 2 in de zorg, daar gaan gewoon banen verdwijnen. En wij vinden wel dat we oog moeten hebben voor die mensen die dus hun baan dreigen te verliezen, dat er goede oplossingen voor geboden wordt. Ja, we hebben niet zo'n goed voorbeeld in de WMO gehad, hè? Met de hele dienstverlening thuis. Hè? Nou, bij ons in de gemeente is dat heel erg goed ingevoerd, de WMO. Ja? Ja, absoluut. Ja? Ik denk dat in onze gemeente is dat heel goed vormgegeven. Dus we zijn klaar voor die transitie? Nou, we zijn er op 1 januari, zullen wij er inderdaad klaar voor zijn om te starten. Maar de transitie is die overheveling van gelden en taken. Maar er gaat een hele transformatie mee gepaard. De zorgen in de GGZ. Hè? Kijk even, de zorgen in de GGZ die geuit worden. Hè? Ik heb ze ook op schrift gekregen vanuit de GGZ zelf. In hoeverre deelt u die zorgen en hoe gaan we zorgen dat iedereen hier in deze gemeente gegarandeerd de zorg krijgt die nodig heeft? Nou, ik denk dat dat voornamelijk belangrijk is om dan in te zorgen dat die bureaucratie weg is en dat er één centralist of één persoon het aanspreekpunt is voor deze mensen. En dat moet een professional zijn. Dus maar hoe zorgt u dan dat financierbaar blijft voor iedereen? Dat stond het ook in dat potje van 5 miljoen? Nou, ik denk dat we in eerste instantie eens duidelijk moeten krijgen wat de financiële consequenties precies zijn. Want dat is nog die zijn nog niet duidelijk. Niet duidelijk. Wat gaan we, hoe gaan we het betaalbaar houden en zorg voor iedereen garanderen? In 2015 is die zorg gegarandeerd. Want dat is namelijk gewoon een wettelijke verplichting. Dat we die zorg in 2015 voor de huidige klanten, dat we die blijven behouden in 2015. Dus je hebt in 2015 een heel jaar om ervoor te zorgen dat je ook helemaal klaar bent voor die mensen. En om die vernieuwing in te brengen. Kijk, een groot zorgpunt is wel dat een groot deel van ons budget straks vastzit in de zorg die we verplicht af moeten gaan nemen. Dus in 2015 kun je nog niet heel veel doen aan vernieuwing. Maar goed, dat is dus die transformatie. En de GGZ maakt zich terecht zorgen, denk ik. Omdat er wel zeker banen daar zullen gaan verdwijnen. En omdat er zal een cultuursverandering moeten plaatsvinden. En dat is heel lastig. Mensen moeten ook meer zelf gaan betalen. Of sommige dingen En voor sommige mensen zal dat heel moeilijk zijn en onmogelijk. En daar moeten we echt over hebben. Maar met die krappe financiën van de gemeente, hoe gaan we dat? Nou, we krijgen vanuit de Rijksoverheid krijgen we gewoon budget voor het totale sociale domein. Dat mogen we ook de eerstkomende 3 jaar nergens anders aan uitgeven. Dus wat dat betreft denk ik, en het is een ontschot budget, dus wij kunnen zelf daar onze prioriteiten stellen. Ja. U zegt ook nog in uw programma, die vrijwilligers, die mantelzorgers, die kunnen dat goed opvangen. Nou, ze zijn van essentieel belang, denk ik, om te zorgen dat er een gezamenlijk traject komt. Ja. En de vrijwilligers en mantelzorgers zullen ook terdege goed ondersteunen. Maar zitten die niet al tot aan de oren? Nou, ik denk dat het belangrijk is om deze mensen goed te ondersteunen en ze de hulp te geven die ze nodig hebben. Om te zorgen dat er een goed plan komt. Rol van de burgers? Ja. Nou, wij vinden dat er extra ondersteuning, extra geïnvesteerd moet worden in vrijwilligers en mantelzorgers. Ja. Is daar nog ruimte? Want ik hoor van mantelzorgers, het zit me tot hier. Bij de mantelzorgers? Nee, voor de ondersteuning is er nog ruimte. En mantelzorgers kunnen zelf heel goed aangeven toe te ver ze kunnen en tot waar niet. Okay. Maar die verdienen alle ondersteuning die mogelijk is. Dankjewel. Applaus voor deze twee individuen. Kijk even achter de tafel. Begint bij Bladel Transparant. Ja, het is al bijna 1 januari 2015 zou ik bijna zeggen. En we hebben nog niet alles geregeld. Dus die zorgen die geuit worden, die zijn terecht. Financiën die komen wel en er wordt heel makkelijk gezegd, de zorg is gegarandeerd, want het is een wettelijke verplichting. Maar dan moeten we wel zorgen dat we die op een goede manier hebben afgesproken. Hoe gaat u dat doen? Nou, belangrijk is vooral om dat, ook even gezien het volgende puntje waar we gaan behandelen, om dat samen te doen met een aantal gemeenten. Zorgen dat je op grotere schaal dat aan kunt pakken, maar wel ook zorgen dat je vanuit het lokale ook kort en... Kunnen we niet alleen op grotere schaal, helder. Hamerse partij? Ja, wij hebben in ons programma aangegeven dat de wijze waarop het nu in kippenverband is aangepakt. Hè, dus niet alleen kijken naar wat zijn nou de beren op de weg, maar wat zijn ook de kansen die we gekregen hebben. Dat deze aanpak ons wat heel erg voorstaat. Dus, geef eens even een paar voorbeelden dan. Want minder bureaucratie, is dat wat deze twee dames zeiden? Gaan we dat bewerkstelligen? Gaan mensen dat voelen en merken? Dat gaan we wel merken. Ik denk dat vooral ook zit in die transitie, die overdracht naar de lagere overheden toe. Daar hebben we overigens het Rijk wel voor nodig gehad. Hè. Dat mag ook duidelijk zijn. Want uit onszelf waren we daar waarschijnlijk nooit zo ver mee gekomen dan nu de verplichting komt. Zorg ook voor dat je in de campen
als gemeente gelijk op blijft lopen. Want het zou verschrikkelijk zijn als je dadelijk predicaten krijgt als de gemeente Bladel. Daar is de zorg gegarandeerd. En als je naar Eerste gaat, dan is je zorg een stuk minder. Dus probeer ook die verschillen die... Dus u voelt zich als raadslid ook verantwoordelijk voor Eerste? Ik ga hier even naar het CDA. Nou, wat betreft de samenwerking... Er valt in Eersel ook te kiezen, begrijp ik. In Bladen. Die stemkaarten uit Eersel waren natuurlijk ook in Hapert bezorgd. Ligt wel lastig voor de VRP. CDA, Maria. Nou, wat betreft de campussamenwerking over de toekomst en de invulling van de zorg... is denk ik al een heleboel gezegd. En de individuele zorgvragers... is het heel erg belangrijk dat we toch maatwerk gaan leveren. Ga bij die mensen onderzoeken, kijk wat er allemaal... Maar krijgen we het voor elkaar? Zijn we er klaar voor? Ja. Uw leider zei deze week nog van niet. Nee, dat klopt. Die zegt dat we het een jaar uit moeten stellen. Dat ja. is helemaal waar. Ja, dat u het niet mee eens. Binnen de camper... Dat u het niet mee eens. Nee, binnen de camper niet. Misschien landelijk gezien wel, dat weet ik. Oké, we lopen voorop. Ja. Oké, Nederland kijkt naar de campen, want we hebben het voor elkaar. Dus het gaat goed met de zorg in uw gemeenschap. Ik kijk eens even in de zaal. Zijn er mensen die zich zorgen maken? Ik kijk even verder. Zijn er nog andere mensen ook die zich zorgen maken? Ja, u maakt zich ook zorgen. Kom ik even eerst naar u. Kijk even, iedere keer toch een paar nieuwe gezichten nog. Dat is altijd leuker, hè? Dus zeg even wie u bent en waar u zich zorgen over maakt. Ik ben Jan Evers. Ik werk een kleine 40 jaar in de ouderenzorg. Op het moment dagbesteding. Ik maak me zorgen over de dagbesteding in de toekomst. Zijn de partijen bereid om even de multifunctionele accommodatie te laten vervallen om onze ouderen een goede dagbesteding te geven? Want als daar 25% bezuinigd moet gaan worden, zien wij de buil hangen. En dat maakt me eigenlijk heel erg druk voor onze zorgen. En we hebben net over mantelzorgers gehad. En ik weet uit ervaring hoe blij dat die zijn dat hun partner 3, 4, 5 dagen per week naar een zorgboerderij, een mooie zorgboerderij in Hamert kunnen. Of naar de dagbesteding in Merenveld de Veldhoven, hier op de Floriaan. Daar maak ik blijkbaar zorgen op dat dat in de toekomst niet meer kan. En zijn jullie daar bereid om dingen uit te stellen, om voor die oudere mensen in onze samenleving daar een goede plaats te krijgen? Kijk naar de VVD. Nou, ik denk dat hier alweer iets genoemd wordt, de MFA's laten schieten voor dit soort dingen. Ik denk dat je daar een combinatie van zou kunnen maken. Dat met MFA's... Maar wat vindt u als VVD nou? Wat hebben we in uw programma staan dat dit ook hard kan maken? Ik denk dat je moet kijken of je het misschien op andere manieren kunt invullen. Ik denk wel dat je, wat ik net ook al aangaf, mantelzorg en vrijwilligers moet je goed ondersteunen. Niet dat het tot daar zit, maar zorgen dat zij... ook ontlast kunnen worden. En daar moeten we dan naar kijken hoe we dat binnen de financiële haalbare middelen kunnen bereiken. Meneer Jansen, Davy, er blijft weinig over van die 5 miljoen, want die dagbesteding moeten we ook wel aan gaan vullen. Het worden er met een minuut minder inderdaad. Ja. En ik vind ook nog steeds dat de zorg voor ouderen en de zorg sowieso voor de minder bedeelden in de samenleving, die moet wel gaan boven een nieuw gemeenschapshuis of een nieuwe MFA. We kunnen het niet maken dat er straks ouderen geen dagbesteding meer hebben, terwijl dat wij een fantastische MFA hebben of een fantastisch nieuwe Den Hecht hebben. Dat kunnen we niet verkocht krijgen. En hoe ziet u dat dan voor zich? Hoe moeten we dan zorgen dat in een goede balans is? Want dit is een zorg die ik trouwens in de praktijk al tegenkom. Want ik zie al dagbestedingen sluiten. En ik zie dat op de schouder van de mantelzorger komen. In mijn eigen omgeving. Dus dit is niet alleen iets van morgen. Dit is al zich aan het voltrekken. Dat klopt, en daar moeten we ook zeker ook voor blijven houden. Daar moeten we ook voor gaan zorgen dat we de prioriteit ook juist daar neerleggen. En we hebben allerlei hele leuke en mooie ideeën met alle politieke partijen samen. Maar het is heel erg belangrijk dat die ouderen en die minder bedeelden, dat daar de zorg voor gegarandeerd is. Ja, ik kijk nog even naar anderen hier op de dagbesteding. Ik wil daar nog wel iets van zeggen. Precies om deze reden hebben wij zorg echt met stip op nummer 1 staan in ons verkiezingsprogramma. We hebben ook veel mensen op de lijst staan die uit de zorg- en welzijnswereld komen. Ik heb zelf 25 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en ik kan beamen, het is superbelangrijk om deze voorzieningen te behouden. En dan moet je niet alleen maar kijken wat er nu nodig is, maar ook of die voorzieningen toekomstbestendig zijn. Dus we moeten daar gewoon in investeren, desnoods ten koste van andere voorzieningen. Oké. Nou, mijn naam is Maarten Rietveld en ik, het onderwerp wat me net aan de orde komt, dat spreekt me zeer aan. Als ik even voor mezelf ga, ik participeer al volop en ik ben ook lid van het POP. Dat is het hoogste adviesorgaan sociale zaken van de gemeente Bladel. En ik wil hier wel even het cliëntperspectief aan de orde stellen, want je ziet dat... het cliëntperspectief, en we zijn hier allemaal inwoner, geen klanten op de eerste plaats. Want het gaat om inwoners. En dan zie je toch wel dat het knelt allemaal. Maar
ja, er worden nog wel wat moeilijkheden verwacht en iedereen moet... Kunnen jullie iets noemen? Maak het concreet. Nou, er wordt bijvoorbeeld gezegd, u krijgt 3 uur minder huishoudelijke hulp. Ik noem maar een voorbeeld. Terwijl er dan sprake kan zijn van een meervoudige problematiek. En vervolgens schuif je 3 uur, die 3 uur dan bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Maar dan zeg je, ja, de financiële middelen zijn toch niet toereikend en dat zien we dan alweer. Ja, dan zijn we de 3 uur kwijt. En regeltechnisch klopt dat, alleen help je dan de mensen van de regen in de drup. Helpen we de mensen van de regen in de drup, Maria? Nou, we helpen de mensen niet zomaar van de regen in de drup, dat geloof ik niet. Maar het is en blijft gewoon een heel moeilijk onderwerp. Het is en blijft gewoon... heel maar goed, u was voor maatwerk. U was voor maatwerk. Ja, ik ben voor maatwerk. Ja. Nou, dit vraagt maatwerk. Ja, dat klopt. Ik werk zelf in hoog loon en ik ben ervan overtuigd dat het gewoon goed kan komen als we maatwerk leveren. We hebben gezien de dagbesteding, hebben we het net over gehad. In hoog loon een geweldig mooi voorbeeld. En ik denk dat als iedereen zo werkt zoals in hoog loon, dat het gewoon goedkoper kan. Bijvoorbeeld de dagbesteding. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het ook hier vooral keuzes maken is. En het voordeel van deze transitie is dat we daar natuurlijk al tijd mee bezig zijn. Maar ook de kans krijgen om dat dadelijk nog door te ontwikkelen. Want uiteindelijk zal het toch ook weer hier om geld gaan. En als je dan praat over voorzieningenniveau, dan moet je niet alleen aan voorzieningen denken die bestaan uit gebouwen. Maar ook de zorg is natuurlijk een voorziening die wij als gemeente dadelijk op ons bordje krijgen. Ja. Vandaar ook ons pleidooi om dat ook in het licht van bijvoorbeeld lastendruk te bekijken. En ja, je weet dat je moet gaan betalen. Oké. Okay. Ik kijk even. Een laatste vraag die ik aan jullie alle vijf heb. Moeten de mensen in Bladel, hè, u zegt, we zijn er klaar voor. Door onze samenwerking in de Kempengemeente hebben we het eigenlijk goed voor elkaar. Nederland kijkt naar ons, wij zijn een voorbeeld. Ja, dat hoorde ik straks zeggen. Moeten de mensen in Bladel zich wel of geen zorgen gaan maken over de decentralisaties die op ons afkomen? Ik ga het rijtje nog 1 keer langs, tot besluit. John. Dat hangt er vanaf of er een bestuur komt die ook echt naar de mensen gaat luisteren. Want daar valt of staat het mee. Als je aan de voorkant niet goed naar mensen luistert en dus niet goed in beeld hebt waarom mensen niet mee kunnen doen, dan vind je ook geen passende oplossing. Dus het begint bij luisteren nou naar die mensen en kijk waarom ze niet mee kunnen doen. Okay. Daar zit de naar de mensen luisteren, de VVD. Ja, ik kan niet anders dan me daarbij aansluiten. Ik denk dat het heel belangrijk is om de inwoners te luisteren. En om even te reageren op wat Maarten net zei. Op het moment dat je ergens gaat snijden en het ergens anders gaat toevoegen. Er moet 1 planner zijn om te zorgen om te kijken of dat integraal terecht komt. Oké, okay. Helder. Bekijken het integraal. Ja. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. We hebben het in ons verkiezingsprogramma staan. Het is voor ons heel belangrijk, zoals net ook al gezegd. We laten die ouderen en die minder bedeelden laten wij niet in de kou staan. En wij kiezen die ook boven allerlei andere fraaie en mooie zaken die wij in Bladel zouden willen realiseren. Oké, okay. geen gemeenschapshuis. Nee, wij investeren liever in zorg dan in stenen. Liever in zorg dan in stenen, ook een mooi statement. Ja. Ik denk qua visie dat mensen zich in Bladel geen zorgen moeten maken hoe onze politieke partijen aankijken tegen de transities. Ik denk dat we ons nog wel zorgen moeten maken over de wijze waarop we het eigenlijk allemaal gaan betalen. Ja, want? Ja, dat gaat geld kosten. En, okay. En als je kijkt welke... Dus geen gemeenschap, geen MFA in Hapert aan de zijn. Nee, maar dat heb je niet goed begrepen. Want wij hebben gezegd, je moet, als het gaat om die voorzieningen, moet je ook kijken naar hoe ga je het betalen. En daarbij aangegeven dat als je hoge kwaliteit wilt, dat je ook de prijs moet betalen. Oké, okay, dus de rekening wordt bij de burgers neergelegd. Ik denk, als iemand anders met een beter idee komt om het misschien in Den Haag te gaan halen. Maar volgens mij bestaat het niet. Oké, okay, uitstellen. Dat we het zelf moeten doen. Oké, okay, goed. Ik kijk naar Maria tot slot. Ja, financieel blijft het natuurlijk een probleem. Daar zullen we echt heel erg hard aan moeten werken met z'n allen. Maar ik denk nog steeds dat zorg goedkoper kan door samen te werken. Door maatwerk te leveren. Door vanuit de cliënt gaan te denken. En niet van bovenaf. Oké, okay, vanuit de klant. Ook luisteren. Ja. Oké, okay, dankjewel. Een applaus voor dit debat. En dan gaan wij weer luisteren naar een muzikaal intermezzo van Hans van den Berg, Piet Engel en Friso Terwiska. Dankjewel.
Goed. Ik kom zelf uit het dorp Masniel. Dat is een gemeenschap die in 1959 is heringedeeld bij de gemeente Roermond. Dus dat was al voordat ik geboren was. Wij zeggen nog altijd met de carnaval Neel, blief Neel. Dat is dan Limburgs voor Masniel, blijf Masniel. Misschien is dat hier ook wel. Maar het thema herindeling, of zoals wij dat ook wel eens zeggen, het H-woord, dat is heel lang en mocht dat niet uitgesproken worden in de politiek. En de laatste jaren hoor je weer heel langzaam door alle taken die op die lokale overheid afkomen, toch de roep komen dat die gemeentes groter moeten worden, meer moeten gaan samenwerken en met elkaar de handen in elkaar moeten slaan om de opdrachten die er naar de toekomst liggen, om die aan te kunnen. Ook in Bladel, in programma's van politieke partijen, lees ik van er moet meer samengewerkt worden. We moeten kijken op welke manier we die samenwerking vorm kunnen geven. Ik heb zelfs een brief van een van uw inwoners gekregen in voorbereiding op dit debat. Die zei van de eerste, de beste gemeente die langskomt, daar moeten we mee samen gaan. Dus zover gaat het. Ik weet inmiddels dat er op ambtelijk niveau al gepraat wordt met andere gemeentes om te kijken hoe kunnen wij onze samenwerking op ambtelijk niveau, dat is dan nog geen herindeling, maar wel een soort ambtelijke fusie. Hoe kunnen wij de samenwerking meer gestalte geven, waardoor dat we de processen die op ons afkomen efficiënter kunnen inrichten? En wat mij nou intrigeert is natuurlijk dat ik altijd de politiek heel erg over herindeling hoor kissenbissen en zeg we moeten het lokaal houden. Maar hoe zit het nou met die burgers? Wat willen die? Vinden die de schaal van Bladel mooi en groot genoeg? Of kunnen wij best met Eersel, met de buurgemeentes, misschien wel tot aan Hilvarenbeek toe. Kunnen we daar wat mee? Ik kijk eens even rond. Hoe denkt u daarover? Steek uw vinger even op, kom ik bij u langs. Anders kom ik gewoon bij iemand langs. Ja, dan kom ik gewoon bij iemand langs. Hier vooraan heeft nog niemand gesproken. Dus mag ik u eens vragen, hoe kijkt u aan tegen de grootte van Bladel? Kunnen we de toekomstige vragen voldoende aan? Of moeten we toch gaan kijken dat we gaan herindelen met een andere gemeente? Nou, herindelen, dat zal niet per se noodzakelijk zijn. Maar we zullen als gemeente niet alleen kunnen verder. We zullen in ieder geval minimaal ambtelijk moeten samenwerken. En dan denk ik 2 of 3 gemeenten nog weinig is. Ik denk dat 4 of 5 beter is. Okay, en welke gemeentes komen daar voor een aanmerking? In principe natuurlijk het Kempen gemeente. Alleen Oorschot, ja, die zal wel afvallen. Want die is meer op het best georiënteerd. Maar tegen mij zeiden ze altijd op Eindhoven. Maar nou, Eindhoven best, ja. Maar in ieder geval niet op de Kempen meer. Oké, okay, ik ga eens even verder de zaal in. Mag ik u vragen, hoe kijkt u aan tegen de schaalgrootte van dit prachtige plattelandsgemeente Bladel? Ik vind het nu best goed. Dat hoeft mij niet meer. En ook de taken die om ons afkomen, kunnen we goed aan? Dat hoop ik. Dat hoopt u? Ja, ja. Oké, okay, de schaal is goed. Dus niet aankomen. En u, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik denk dat er wel met de omliggende gemeenten samengewerkt moet worden op ambtelijk niveau. En dat we de grote zorgen die op ons afkomen, dat we die met voldoende know-how en kennis en mankracht kunnen doen. Maar de schaal van de gemeente Bladel is voor de inwoner zelf prima zo. Ja, maar dan denk ik aan de andere kant, Bladel is een hele sterke krachtige gemeente in het centrum van die Kempen. Waarom niet een paar van die gemeentes annexeren, zoals ze dat vroeger noemden, hè? Dat is toch mooi meegenomen. Dan hebben we ook wat meer geld. Kunnen we dan wat meer voor Bladel en dan die multifunctionele accommodatie voor Hapert realiseren? Nou, als ik naar het westen kijk, als we dat gaan annexeren, dan krijgen we niet meer geld. Alleen een heleboel varkens. Dus ik zou dat maar niet meer doen voorlopig. Goed zo. We gaan het debat aan. We gaan in de arena. Ik kom straks nog bij u terug. We gaan in de arena vragen Maria Walen en Davy Jansen van Bladel Transparant en het CDA respectievelijk. Maria, we hebben afgesproken dat jij mag aftrappen de eerste minuut over samenwerking met andere gemeentes of herindelen is voor het CDA. Ja, een klein jaar geleden werd er gesproken dat de gemeentes groter moesten zijn dan 100.000 of minimaal 100.000 inwoners moesten hebben. Ja, dat is de gemeente Bladel, dus is gebleken dat wij daar niet voor zijn als gemeente Bladel. Wel voor een samenwerking binnen de campinggemeente. We zijn er ook al druk mee doende met samenwerken binnen de campinggemeente. De ISD draait al prima. Binnen de ISC, zeg ik nou toch. Binnen de ICT en zo gaat het allemaal prima. En ik denk dat we daar wel uit zullen moeten gaan breiden. Want elke gemeente op zich kan niet genoeg expertise in huis hebben om alles, vooral met name de zorg,
En onder andere en alle andere dingen om die goed te kunnen behappen. Dus we zullen toch... Dus niet her en delen samenwerken. Ja. Niet her en delen samenwerken. Bladel Transparant, Davy Jansen. Wij zijn er ook heel duidelijk in. Wij willen geen gemeentelijke herindeling. Wat willen we dan wel? We willen de politiek zo dicht mogelijk bij de inwoner houden. Ik hoor al heel erg vaak klachten van, joh, jullie staan zo ver van ons weg. En ook de colleges staan zo ver van ons weg. Kom nou eens dichter naar die inwoner toe. Ik denk als je gaat herindelen bestuurlijk, dat je dat dan helemaal kwijtraakt. Dus waar ik voorstander van ben is, alle ambtenaren op één hoop in de campen. Maak er één groot gemeentehuis van. Zet het desnoods op het Campies Bedrijvenpark. En zorg ervoor dat je het lokale bestuur lokaal houdt. En dat je één grote professionele ambtelijke organisatie hebt. Oké, 30 seconden waren dat ook klaar. Applaus voor de inleiders. Ik wil bij jou beginnen. Je zegt dat wel heel hard en heel duidelijk zeg je van herindeling is voor ons niet bespreekbaar. Zo staat het ook in het programma trouwens. Maar ik lees in jullie programma ook, Bladel wordt absoluut te klein. Ja, Bladel wordt steeds kleiner. Alleen ik denk juist door dat bestuurlijke ook zo klein te houden en zo laagdrempelig te houden, dat je met de ambtenaren nog een hele slag kunt maken. Dus dat je een groot gemeentehuis hebt met allerlei ambtenaren, dan wordt je gemeente niet te klein. Nee, dan heb je een fantastisch ambtelijk apparaat staan en bestuur dicht bij de inwoner. En is dat dan voor de provincie niet de aanleiding om daarna het machtswoord uit te spreken en te zeggen, en nu gaan jullie ook als gemeentes maar samen? Nou, één gemeenteraad voor al die gemeentes? Ik denk als wij als Kempen gemeente kunnen laten zien dat wij op die manier ontzettend goed de gemeentes kunnen besturen, dat ook de landelijke overheid of provincie Noord-Brabant zal zeggen, als jullie dat op deze manier goed doen, waarom zouden we dan nog moeten gaan herindelen? Ja. U zei al 100.000 inwonersgemeentes, Plasterk was dat, die was niet van uw partij. Maar ik weet van oudsher dat het CDA ook geen vies woord vindt, herindelen. Waarom vasthouden aan die kleine schaal? Om, zoals Davy net al zei, de politiek... Maar ik vraag wat het CDA daarvan doet, niet met Bladel Transparant. Ik heb eigenlijk geen andere mening. De politiek die staat volgens de kranten en alle media momenteel heel ver van de burger. En dat willen wij toch heel erg graag dicht bij de burger houden. We willen het toegankelijk zijn voor alle burgers. Redelijke eensgezindheid hier. Ja. Wisten we eigenlijk een beetje van tevoren. Misschien achter de tafel ook, dus dat gaan we nu horen. Een applausje voor Davy en Maria. Oké. Goed, samenwerken oké. Herindelen niets. Wim, haper zelfstandig zou ik bijna zeggen. Daar gaan we niet voor pleiten. Wij zijn destijds ook gelukkig geweest met de herindeling met de gemeente Bladel. Ik denk dat op dat moment ook wel aangetoond was dat je op de schaal die er op dat moment was niet verder kon. Daar heeft de provincie toen op ingegrepen. En die hebben gezegd van we gaan die gemeentes groter maken. Nou, als je nu kijkt hoe de situatie nu is, is dat er vooral gekeken wordt naar waar zou de kracht kunnen zitten in de samenwerking. Wij hebben dat als VRP hebben wij dat ook overgenomen. Wij zijn niet voor een herindeling van bovenaf. Wij denken dat we door de goede samenwerking en ook de goede samenwerkingsvorm te kiezen, dat wij de komende jaren nog naar volop vooruit kunnen. En daarmee behouden we... Hoe lang is dat de komende jaren? Nou ja, ik... 5, 10? Ik denk wel 10 jaar, want de belangrijkste... Dus over 10 jaar herindelen? Wie dan leeft, die dan ja, zo. Ja, vooral dat laatste. Als je nu kijkt naar de transities, als je nu kijkt naar de transities die op ons afkomen, hè, als het gaat over zorg, dan denk ik dat wij in de Kempendaal ook laten zien dat we dat wel kunnen. En als je kijkt naar wat de provincie schrijft over krachtig bestuur in Brabant, dan heeft de provincie een opvatting over gemeenten waar het allemaal niet zo goed gaat. Waar niet tot besluitvorming gekomen wordt of waar dingen blijven liggen, waar gemeenten op achterstand komen. En dat is hier niet. Nee, dat is hier niet het geval. Ik denk dat wij... Nou, mijn buurvrouw zegt ook al, dat bij ons is alles in orde. Ja. Nou ja, maar het grote voordeel wat wij de afgelopen tientallen jaren wel gehad hebben, is denk ik dat we in de regio Eindhoven een samenwerking hebben gehad tussen 21 gemeenten, waarbij we heel veel taken die je als afzonderlijke gemeente, of je nou 20.000 of 15.000 of 45.000 inwoners hebt, die kun je niet. Je kunt geen regionaal verkeer en vervoer doen. Je kunt geen veiligheidsregio inrichten in de campen. Okay. Dus dan kies je een vorm die daar beter bij past. En dat zijn allemaal samenwerkingsvormen. Oké, Joan, niet herindelen, samenwerken. En ik heb begrepen wat over 10 jaar is, die dan leeft, die dan zorgt. Dus daar hoeven we ons nu niet druk over te maken. Nou, we werken inderdaad al geweldig goed samen, zeker op het gebied van zorg en welzijn binnen de campen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Op andere terreinen doen we dat minder. Ik vind ook om bij voorbaat al samenwerking of samen gaan uit te sluiten, vind ik onzinnig. Dat kan namelijk helemaal niet, want dan doe je net alsof je al in de toekomst kunt kijken. Ik vind dat de keuze daarvoor gebaseerd moet zijn op of het kwalitatieve of financiële meerwaarde heeft voor onze inwoners.
En daarnaast denk ik moeten we ons nooit laten leiden bij die keuze voor, door posities en belangen van bijvoorbeeld burgemeesters. Want dat zie je nu ook wel eens. Mm-hmm. Dat posities en belangen beschermd worden van de individuele campergemeente. Daar mogen we ons nooit door laten leiden. Maar in dit geval is jouw politiek leider Plasterk, want dat is een van jullie partijen, waar jullie uit voortkomen. Niet dat ik weet. Nou ja, Provijn, PvdA, wat was de samenvoeging? Pardon? Welke partijen zijn samen? Ik heb geen binding met de PvdA. Oké. Helemaal niet met Plasterk. Oké. Maar goed, hij pleit voor 100.000 gemeentes en zelfs grotere regio's. Schaf de provincie maar af. Ja. Nou, ik vind hoe spoort dat met elkaar? Ik vind sowieso van bovenaf opleggen, dat gaat niet werken. Omdat ik denk namelijk dat je het in de campen met elkaar moet bekijken wat het beste werkt voor onze inwoners. En ik denk dat meneer Plasterk, als die hier al ooit al een keer geweest is, daar niet zo heel veel verstand van heeft. Oké. Maar met wie werken jullie nou eigenlijk samen dan? GroenLinks aan? We werken met niemand samen. We zijn een nieuwe partij. Oh, een nieuwe partij. Ja, okay. We zijn een nieuwe partij. En de initiatiefnemers komen inderdaad uit het PvdA. Oh, toch? GroenLinks. Ja, oké. Okay. Nee, dan had ik het toch goed begrepen. Ik denk, oh jee, ik heb iets fout gedaan. Hebben wij geheel niet goed. Nee, dan had ik het toch goed. Nee, goed, ik ga nog tot slot even naar de VVD. Geen herindeling samenwerken. U bent voor de herindeling, neem ik aan. Nee, nou, wij zijn voor het samenwerken. Of het samenwerken. De VVD is daar een groot voorstander van. Samenwerking mag wat ons betreft ook verder gaan dan wat het nu gebeurt. Een ambtelijke fusie zou ook wat ons betreft tot de mogelijkheden horen. Graag zelfs. Ik denk dat je samen meer kunt bereiken dan alleen een samenwerking. En dan over 10 jaar toch die gemeente samen, zoals Bim dat nu overlaat aan de toekomst? Ik denk dat het nu veel te vroeg is voor een herindeling. Maar dat we onze ogen daar niet voor moeten sluiten. Ik denk ook dat we moeten zorgen dat de bal bij ons ligt en niet van hoger hand wordt opgelegd. Okay. Op een moment wil ik nog wel even toevoegen. Ja. Nu ambtelijke fusie, maar dat geldt ook voor eventueel een herindeling, mocht dat aan de orde komen. Niet met één enkele, met twee gemeentes, maar wel met meerdere gemeentes. Dus, met meerdere gemeentes? Ja. Dus dan, alleen met Eersel is geen optie? Of alleen met Reuzel is ook, denk ik, geen optie op dit moment. Oké, ook helder. Ik kijk even in de zaal. Zijn er op dit punt nog mensen die iets kwijt willen? Of gaan we een applaus geven aan de debaters die vooral voor samenwerken zijn? En herindelen, dat is iets voor verder dan 10 jaar. En wie dan leeft, die dan zorgt. Applaus. Oké. Dankjewel. Maestro, music. Goed, het laatste onderwerp. Kijken of we daar ook nog wat vuurwerk kunnen krijgen van de deelnemers. Daarvoor hebben we ook weer iemand uit de gemeenschap die bereid was om dit onderwerp in te leiden. En het is altijd fijn als mensen uit de eigen gemeenschap op een gegeven moment zich betrokken voelen bij een onderwerp en zich bewogen voelen om daar het verschil te maken en duidelijk te maken, ook namens al die burgers, dat onderwerp ook aandacht verdient. In dit geval is dat van de Stichting Groen Kempenland. We hebben er al een aantal mensen van aan het woord gehad. De heer Toon Vermeulen, die vraag ik naar voren. Over de intensieve veehouderij gaan we het hebben. Applaus. Ja, meneer Vermeulen, het is wat, hè. Als ik nou van Roermond uit naar Bladel kom rijden, en ik heb nogal aardig wat vertoefd in deze regio, en ook al alle dorpen en ook nog 5 andere campinggemeenten mogen bezoeken. Ik weet dat ik in Reuzel zat en dat ik daar heerlijk van die geur kon proeven. En dat ik dacht, ik zit hier echt op het platteland. Als nou iets echt Bladels is, dan is het wel de geur. Maar u denkt daar iets anders over. Ja, dat denk ik wel anders over. Ja, we hebben nou het 5e onderwerp te pakken, maar het 1e onderwerp waar echt levensgevaar mee gemoeid is. Bij de voorgaande 4 heb ik dat niet kunnen constateren. Daarom is het ook zo'n belangrijk onderwerp. Oké, Bladel is in gevaar. Laat ons vertrekken. Wat is er aan de hand? Nou, een geweldig gevaar voor de volksgezondheid. Door de infectiedruk, door de dieraantallen die we hebben ontwikkeld in de campen, maar met name ook in Bladel. Ja, zijn die hoog? Die zijn erg hoog. Die zijn in de campen gemiddeld 15 dieren, gehouden dieren per inwoner. Bladel scoort dan iets beter wat dat betreft met 30. Kernetersen, waar ik toevallig zelf woon, 130. Dus dat zegt toch wel iets. Gemiddeld landelijk 3 à 4. Ja, maar dat weet u toch als u daar gaat wonen, denk ik dan? Of u bent daar opgegroeid? Jawel, maar het levensgevaar dat inmiddels om de hoek kon krijgen, daar hebben we niet om gevraagd. En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. En als je de krant leest, hè, van de week meester Pieter van Vollenhoven,
En ook Marcel Silfout, van onafhankelijk onderzoeksjournalist van Zembla en Reporter. Die waarschuwen ernstig voor de vulkaan van dieren en mensen die we hebben gebouwd en die op uitbarsten staat. Dus. Oké, kunt u een paar van die gevaren, want u hebt al even net het besmettingsgevaar genoemd. Maar, en ik heb de geur al genoemd. Wat doet een hoge dichtheid van dieren, van veehouderij, wat doet die met de mens? Nou, fijnstof is nog niet genoemd. Ammoniak. Fijnstof, de medische centen over eens, 9 microgram per kuub is ongeveer de limiet voor de volksgezondheid. En we zitten hier in gebieden waar het 30, 40 is. En soms nog hoger. Hè? En België kent dan zijn smokalarm. Dat kent Nederland niet, jammer genoeg. Maar... En het besmettingsgevaar, hè, dat de antibiotica niet meer werken. Hè? De heren medici zitten met de handen in het haar. Dus dat verdient wel ontzettend aandacht. Nou denk ik, en ik ben maar een leek op dat gebied, dus ik ben geen deskundige. Ik heb iets heel anders geleerd. Dan denk ik van God, hoeveel eeuwen zou die land- en veehouderij, die landbouw- en veehouderij hier eigenlijk al thuis zijn? He, is dat niet juist waar wij ons brood, de contente mens, zeggen ze in de Kempen, waar we die contente mens mee hebben kunnen realiseren? Jawel, ik weet wel, de koe is het oudste huisdier van de mens gedurende de 6000 jaar, maar die veeaantallen die we nu hebben, dat is ongekend, dat is nog nooit geweest. En men heeft het over de Kempenaren hebben gestemd voor familiebedrijven, maar tegen megabedrijven, tegen industrialisering van de landbouw, wat nou aan de orde is. Het zijn chemische fabrieken, het zijn geen familiebedrijven meer. Okay, en die zijn ook hier, die chemische fabrieken. Hebben wij grootschalige megaboerderijen hier? Die hebben we zeker, ja. Zeker weten van meer dan 100.000 dieren als het om kippen gaat. Meer dan 20.000 varkens als het om varkens gaat. En nog, ik zie politieke partijen in het Bladelse amendementen indienen, dwars tegen de provinciale opdrachten in, van dat nog verruimen en ongebreideld blijven groeien in plaats van beperken. Nou, pleit u eigenlijk ook om die hele landbouw en veehouderij eigenlijk op een andere manier te gaan benaderen? Ja, de kringlooplandbouw met een gesloten kringloop. Hè? Dus dat, we kappen nou massaal de oerwouden in Zuid-Amerika voor de soja, varkensvoer. En we dumpen de mest in Nederland. En dus in verschillende werelddelen, hè, gaat natuur, milieu, volksgezondheid, loopt ernstig gevaar. Wat moet er gebeuren in Bladel? Wat wil u de politiek meegeven als het op die kringlooplandbouw aankomt? Nou, dus, we hebben al een opdracht van de provincie gehad per 22 september. Ingang bouwstop. Aanwijzen urgentiegebieden. Plan van aanpak opstellen. Overlast terugdringen. Gevaar terugdringen. En met name de veestapel terugdringen in aantal. Nou, bent u met die stichting Groen Kemperland nog niet zo lang geleden begonnen, geloof ik? Anderhalf jaar geleden begonnen. We zijn voortgekomen uit diverse andere milieustichtingen. Onder andere Megestallen Nederlagemeerden. Stichting Milieuwerkgroep Kemperland per Rijk. En u gaat meehelpen denken om deze omslag te maken? Of hoe moet ik dat zien? Wat is uw rol? Ja, zeker. We willen zeker met de politiek in gesprek. Om dus die toekomst van die intensieve veehouderij in goede banen te leiden. Nou weet ik dat in een buurgemeente op het gebied van die fijnstofgeur, hè, dat daar al maatregelen genomen zijn. En dat ze zeggen van we moeten daar naar 0,1. Mij zegt dat even niks, dat getal, maar dat heeft nu mij genoemd. En ook in uw schrijven opgeschreven. Waarom wil Bladel daar nog niet aan? Ja, dat is onbegrijpelijk. Netels 0,1, prima. Maar waarom de andere kernen niet, die net zoveel bedreigd worden? Aan Reuzel kunnen ze wat dat betreft gemiddeld geen voorbeeld nemen, maar hierin wel. In de geurverordening heeft Reuzel voor elke kern 0,1. Odeurunit als maximum opgenomen. Okay, we weten het niet. We gaan het ze vragen. Een applaus, dames en heren, voor Toon van Meulen. Dank je wel. Goed. En het laatste onderwerp hebben we natuurlijk ook weer twee mensen die in de arena treden en hun minuut van ons krijgen. En dat zijn in dit geval Maria Walen van het CDA en Joan Veldhuizen van Pro 5. En zoals we afgesproken hebben, mag Joan het spits afbijten. Oh, is dat zo? Nou, heel mooi. wij leven inderdaad in Bladel, maar zeker ook in de Kempen in overbelast gebied wat betreft de intensieve veehouderij. Dat is ook enkele weken geleden door de provincie bekrachtigd samen met de ZLTO. In Bladel hebben we al een aantal stappen vooruit gezet de afgelopen jaren met de vaststelling van de plattelandsnota. Alleen, zoals de heer Vermeulen terecht opmerkt, maken we nog niet gebruik van alle instrumenten die we voor handen hebben. En dat zijn er helaas niet zoveel. De bal die ligt 100% bij de gemeente, heeft de provincie vastgesteld. Er is eigenlijk niemand
die op landelijk of provinciaal niveau echt maatregelen durft te nemen. Dus de hete aardappel wordt wederom naar de gemeente doorgeschoven. Ja, zonder echt aanvullende instrumenten. Dus dat wordt een enorme lastige klus. Wat we in ieder geval moeten doen, is zorgen dat de instrumenten die we tot onze beschikking hebben, dat we die maximaal benutten. En dat doen we inderdaad op dit moment helaas nog niet. En wat dat betreft zouden we inderdaad een voorbeeld kunnen nemen aan Reuzel. Dat ben ik wel eens. Oké, okay. Johan Veldhuizen. Het CDA, hoe staan zij in dit thema? Nou, we hebben de afgelopen tijd de plattelandsnota vastgesteld. Afgelopen donderdag het bestemmingsplan buitengebied is aan de hand van de plattelandsnota vastgesteld. En het CDA is van mening dat landbouw, ontwikkeling in het buitengebied mogelijk moet kunnen zijn binnen de gestelde kaders die we zelf met de gemeenteraad vast hebben gesteld afgelopen week en eerder in de plattelandsnota. De kringlooplandbouw, waar de heer Vermeulen zojuist op duidde, denk ik dat we daar al als landbouw druk mee doende zijn. Er is al een kringloopwijzer in het leven geroepen, die, waarin vermeld staat dat de aan- en afgevoerde mineralen gelijk moeten zijn. De mestverwerking moet alles wat niet op het bedrijf de mestverwerking die niet op het bedrijf plaats kan vinden, die moet industrieel verwerkt worden en geëxporteerd of elders waar mest tekort is, waar mest. Oké, gebrek aan mest is. Dankjewel, Maria Walen. Pak gelijk de beide onderwerpen bij de kop. Ja. Maria, laat me bij jou even beginnen. CDA, toch de partij van de landbouw, alhoewel de VVD het landelijk ook een beetje weggekaapt heeft, het thema heb ik de indruk. Jullie zijn toch een partij die altijd erg voor die agrarische sector opgekomen bent. Dus de veestapel in deze regio is veel en veel te dicht bevolkt, hoorden wij net Toon Vermeulen zeggen. Dat moet afgebouwd worden en we moeten daar naar kleinschaligheid. Hoe staan jullie daarin in relatie tot ook dat jullie zeggen van hey, functieverandering ook van landbouwgrond en zo, daar moeten we allemaal voorzichtig mee zijn en er moeten uitbreidingsmogelijkheden zijn? Wij willen in het buitengebied gezonde economische bedrijven, met name gezinsbedrijven, industriële landbouw is ook geen voorkeur van het CDA. Tenminste, okay. Niet van het CDA dus geen Bladel. Geen megastallen? Nee, dat is niet de voorkeur van het CDA Bladel. Nee, ja. Wel gezonde economische landbouwbedrijven. Oké, okay. Gezonde economische landbouwbedrijven. Even over die bijzondere vorm van landbouw ook, die kringlooplandbouw. Hebben jullie daar ook enig idee bij? Doen we dat al? Er is al een werkgroep, begrijp ik. Kan daar winst gehaald worden? Nou, we zijn daar uiteraard groot voorstander van kringlooplandbouw. Ik ken daar geen voorbeelden van in de Kempen gemeente. Ik weet wel dat de familie Baaiens een mooi bedrijf heeft dat in ieder geval biologische landbouw doet. Daar ben ik groot voorstander van. En ik denk dat dat veel meer zou kunnen in de Kempengemeente. Omdat wij denken dat 1 miljoen varkens en 4 miljoen kippen, dat het echt meer dan genoeg is. Ja. Jullie zeggen dat heel moet expliciet. Echt, dat moet echt anders kunnen. Jullie zeggen heel expliciet een stop op die intensieve veehouderij. Absoluut. Het CDA zegt dat moet wel een gezonde groei. Een gezonde groei mogelijk zijn. Ja, alleen gaat die gezonde groei volgens mij bij het CDA vaak gepaard met meer dieren. En daar zijn wij echt geen voorstander van. Oké. Okay. Ik hoor je. Ja, meer dieren? Nou, indien economisch nodig, meer dieren. Behalve, maar moet wel aan de voorwaarden voldaan worden. En welke voorwaarden zijn dat? Want waarom voldoen wij bijvoorbeeld niet? Moeten rekening houden met de GGD-rapporten. Okay. Momenteel is er een grootschalig onderzoek hier in Brabant bezig over door de GGD. Daarom wordt er verder nog niet zoveel. Er is nog verder niks over bekend. Joan, jij zit in de coalitie. Jullie bereiden met de ambtenaren beleid voor. Waarom hebben wij in de gemeente Bladel op bepaalde plaatsen een 0,1 en op andere plaatsen dat nog niet geregeld? Omdat het college een voorstel heeft gedaan om het in alle kernen inderdaad maximale bescherming te bieden. En de meerderheid van de raad heeft daar tegen gestemd. En die heeft gezegd dat doen we alleen in Netensel. En de andere kernen die hoeven niet maximaal beschermd te worden. Okay. Dus dat is erg jammer, maar zo is het gegaan. Gemeenteraad, ja. Toch? Of niet? Geen coalitie, hè? Dus, geen coalitie, nee. Kan nog komen, hè? Ja, wie weet. Ja, wie weet. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Jullie hebben als raad eigenlijk tegen. Klopt. Bij het voorstel zat ook een lijstje met hoeveel bedrijven dat er dan nog
in de knel kwamen of die te veel uitstoten, zal ik maar zeggen. En dat was zo vreselijk miniem. Het verschil was zo klein tussen 0,1 en 1. Dat wij zeggen van nou dan voor de landbouwbedrijven. Doe dan gewoon op de kern op 1. Buitengebied blijft gewoon hetzelfde overal. En Needsel die had destijds nog het gevaar dat er een paar bedrijven op de rand van Needsel, op Reuzels grondgebied, zouden komen. Ja, die vraag is nou nog even... Groen Kemperland voorspelt een ramp in dit gebied. U ziet dat ook zo? Nee, ik zie dat niet zo. Als alle agrariërs zich houden aan de regels en antibiotica gebruik, want dan moet ook drastisch minder. Er worden zelfs al heel veel onderzoeken gedaan. Ook hier bij Schippers en Bladel zijn ze bezig om antibiotica vrij zelfs te gaan boeren. En, dan moet dat gewoon lukken. Dan moet die ramp te voorkomen zijn. Er zijn ook luchtwassers. Gaat er zich een ramp voltrekken in Bladel? Nou, als we op deze manier door blijven, groeien wel natuurlijk. Maar dat verwacht ik niet, want er zit gewoon geen toekomst in deze manier van industriële veehouderij. En ik denk dat iedereen. Maar dan vertrouwt u niet op uw eigen beleid, maar dan vertrouwt u op die sector? Ik vertrouw erop dat uiteindelijk dat besef zal komen. Ja, daar vertrouw ik op. Oké, dankjewel voor de debaters. Gaan we even naar de andere partijen. Ik kijk even achter de tafel. Laten we bij de VVD beginnen. Misschien een reactie op wat hier verteld is of een ander standpunt nog? Nou, ik heb de VVD is in ieder geval een voorstander. De ondernemers dragen wij een warm hart toe in de agrarische sector. We willen ook dat zij mogelijkheden hebben om door te ontwikkelen binnen de bepaalde grenzen en voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. We hebben daarom inderdaad een plattelandsnota en een geurverordening vastgesteld in de afgelopen raadsvergadering donderdag. Ja, mogelijk dat daar nog wel iets in moet gaan wijzigen in de toekomst. En we willen daarom graag ook een evaluatie. Voor Schoen Kemperland kan het beter. Hè? Als dat beter kan, dan moeten we dat zeker in de evaluatie meenemen. Hoe kijkt u aan tegen de groei op het platteland van de intensieve veehouderij? Nou, intensieve veehouderij en industriële agrarische bedrijven, daar zijn wij geen voorstander van. Wij vinden wel dat de boeren wel de gelegenheid moeten hebben om verder te kunnen groeien, dus de agrarische sector. Ruimte voor de agrariër. Sorry? Ruimte voor de agrariër. Ja. Oké. Kijk even naar Bladel Transparant. Ik was aan het denken van, misschien is hier die 2 miljoen wel te halen. Bij volgende punten houden we nog maar 1 miljoen over, maar... Ja? Bladel Transparant is heel duidelijk tegen varkensflats en tegen allerlei veel te grote agrarische veehouderijen. Daar zijn we heel duidelijk in, dat waren we 4 jaar geleden ook. En ik denk dat we in Bladel de afgelopen 4 jaar in ieder geval een beleid hebben ingezet. Daardoor er ook gezonde landbouw beter mogelijk wordt gemaakt. Ik schrok net ontzettend van de wethouder van GroenLinks die een voorbeeld Reuzel noemde. Nou, ik zou absoluut Reuzel niet als voorbeeld willen stellen voor de gemeente Bladel. De hoeveelheid varkens die daar zitten en ook daar hebben ze overigens wel varkensflats, die wil ik in Bladel niet. Dus ik zou echt met nadruk afstand willen nemen van het voorbeeld Reuzel. Nog 1 keer een opmerking over Netersel. We hebben inderdaad de geurnormen naar 0,1 odeurunit gezet in Netersel. Ook vooral om de dreiging van het landbouwontwikkelingsgebied in Hulsel om die af te kunnen wenden. Ervoor te zorgen dat juist in Netersel, wat er zo dicht tegenaan ligt, dat daar in ieder geval zo min mogelijk kans is, zodat die odeur, of in ieder geval die geuroverlast, nog ging toenemen. En dat is hetgeen waarom dat wij in Netersel een andere... Mag op gereageerd worden trouwens, hoor je iets gezegd worden, John? Nou, daar wil ik wel op reageren dan, want Bladel Transparant verdraait mijn woorden, zoals dat wel vaker het geval is overigens. Oh. Want... Ik heb Reuzel slechts als voorbeeld genoemd, omdat zij wel aangedurfd hebben om daar een scherpere norm te stellen. En als meneer Jansen zegt dat zij tegen varkensflats zijn, dan moet je dus ook de consequentie nemen van dat je ook daar strenger beleid op voert. En zover is Bladel Transparant helaas niet gegaan. En dat is ook de reden waarom er alleen in Netersel nu beschermd wordt en niet in die andere dorpen. Gaat niet ver genoeg, meneer Jansen. Wij hebben afgelopen 4 jaar de geurnormen aangescherpt. Dat is ook zo. Mevrouw Veldhuizen doet het net voorkomen alsof wij dat niet gedaan hebben. Nou, dan weet ik niet wat haar 2 partijen hebben gedaan de afgelopen 4 jaar... of wat zij zelf heeft gedaan als wethouder. Maar de geurnormen zijn in Bladel aangescherpt. En nogmaals, ik verdraai haar woorden niet. Ze gaf duidelijk het voorbeeld Reuzel aan.
En ik wil niet naar een voorbeeld als Reuzel voor de gemeente Blaren. Op het gebied van de norm, hè? Dat heb ik ook wel gehoord. Dus, Oké, meneer Van der Linden, Wim? Ja, wij hebben ons programma ook aangegeven. De Haarlemse partijen die zijn voor het gemeenschapshuis en daar die varkens in, of niet? Nee, ik denk niet dat we dat moeten doen. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat de mogelijkheden van de sector zelf zijn om uiteindelijk te komen tot de vermindering van allerlei vormen van landbouw die wij niet willen. Hè. Die intensieve veehouderij en met name... Dus u legt zich neer bij de rand die aan het voltrekken is? Sorry? U legt zich dan neer bij de rand? Nee. Ik denk dat die sector zelf voldoende in staat is om die ramp te voorkomen. Als je nu kijkt naar wat er gebeurt op het niveau van provincie, gemeente, ZLTO, hè, de belangenorganisatie... dan denk ik dat je daar ook wel ziet dat met name ook de agrariërs zelf... heel goed in de gaten hebben dat 5 voor 12 is. Sommigen noemen dat 5 over 12 of 1 voor 12. Dat is misschien een detail. Ja. Maar dat niet... Toen had het over 1 over 12. En ja. Het was bijna 5 over 12, begreep ik. Ja, ik heb niet meegekeken. De bom staat op poffen. Ik denk dat het goed is. Hè, en dat we ook tijdig onderkend hebben. Ik ben er van de tijd van 2004, geloof ik, reconstructiewet. Waarbij we de landbouw ook een kans geven om te ontwikkelen. Als je nu ziet wat er in die periode vanaf 2004 tot nu gebeurd is. 4 jaar geleden was de logs waren het grote item. Nu zitten we al veel gedetailleerder te kijken. Zitten we te kijken naar wat kan de sector zelf doen. En ik denk dat ook winst is geweest van de afgelopen jaren. En daar vertrouw ik ook wel op. Oké. Dankjewel. Ik kijk even, is er iemand van ZLTO trouwens in de zaal? Want ik heb ook een naam van iemand van de ZLTO doorgekregen. Maar is niet aanwezig, of wel? Ja, is er iemand van de ZLTO hier? Ja, mag ik even naar u komen? U hebt ook aangegeven eventueel nog iets te willen zeggen op dit onderwerp. Dus ik bedoel, ik wil u ook de gelegenheid geven. Maar we moeten keuzes maken en daar gaan de inwoners natuurlijk voor op de organisaties. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Vertel even wie u bent en wat u nog graag kwijt wilde op dit punt. Want in Bladel is het op veehouderijgebied dus wel te doen, begrijp ik. Ik ben Toos Meijs, portefeuillehouder ruimtelijke ordening voor ZLTO Bladel. En ik wil graag nu even overgaan naar de feiten. Er wordt hier de indruk gewekt dat in Bladel de veehouderij enorm uitgebreid is de laatste jaren. Tussen 2000 en 2012 is het aantal bedrijven met 1/3 gedaald. Is het aantal varkens gedaald, is het aantal kippen gedaald en zijn er in totaal 100 koeien bijgekomen in 12 jaar tijd. Dat zijn de feiten. De feiten zijn ook dat er heel grote stappen gezet zijn de laatste jaren. Ik denk dat niemand echt industriële bedrijven wil, de sector zelf ook niet. Maar er zijn al voldoende grenzen ingebouwd. We hebben maximale bouwblokgrootte van 1,5 hectare. Alle bedrijven moeten voldoen aan de Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, waarin allerlei aspecten meegenomen worden, zowel qua omgeving, zowel qua... fijnstof, zowel qua ziektes. Ik denk dat hier een volkomen onterecht beeld geschetst wordt van de sector. Wij zijn een sector die ertoe doet, ook in de gemeente Bladel. Wij zijn belangrijk voor de economie, wij zijn belangrijk voor het buitengebied. En ik denk dat wij als sector eraan toe zijn dat wij daar ook voor gewaardeerd worden. Natuurlijk zijn er dingen fout, natuurlijk moeten er dingen veranderen. Maar dat geldt niet alleen voor de agrarische sector, dat is voor iedere sector zo. Maar de agrarische sector moet wel de kans krijgen en daarvoor zijn bepaalde ontwikkelingen nodig om te veranderen. En ontwikkelen is niet altijd per definitie groter. Maar ik begreep van meneer Vermeulen dat er zich een ramp aan het voltrekken is. Ik denk dat meneer Vermeulen sommige dingen misschien niet zo heel helder ziet. Ik ga even naar de tafel. Ik kom zo bij u. Ik ga eerst even naar de tafel. Mevrouw Veldhuis is Joan. Pro 5 gaat heel ver mee met het verhaal van Meulen. En zegt eigenlijk stop op die intensieve veehouderij. Hier zegt eigenlijk de ZLTO. Blijf bij de feiten. Kijk naar de werkelijkheid. En die vertelt iets anders. Ja, mevrouw Meijs is een enorm goed pleitbezorger voor de agrariër in de Kempen. Daar respecteer ik haar ook enorm om. En we hebben de afgelopen jaren ook enorm goed samengewerkt bij de totstandkoming van de plattelandsnota. Blijft wel het feit dat er enorme hoeveelheden varkens en kippen nog steeds in de Kempen aanwezig zijn. En dat het verzet onder de bevolking ook groeit. Daar willen wij graag naar luisteren. Wij zijn ook groot voorstander van een gezonde veehouderij.
Wij zijn, hè, want dat misverstand bestaat er ook dat wij tegen boeren zouden zijn. Dat is absoluut niet zo. Wij zijn groot voorstander echt van een duurzame landbouw. En dat willen we ook graag in de Kempen willen we dat behouden en verder ontwikkelen. Maar dat hoeft wat ons, of dat kan wat ons betreft, niet gaan in gezamenlijkheid met het vermeerderen van dieren. Oké, okay. Ik kijk even nog anderen achter de tafel die hier een reactie op willen geven. Want ja goed, we hebben twee kanten van feiten gehoord. Ik kom dadelijk bij meneer Vermeulen nog een keer terug. Ik kom zo bij u. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om het evenwicht ook in de landbouw te horen, het verhaal. Met een eenzijdige benadering of een heel nadrukkelijke benadering die één kant in gaat, komen we de komende jaren volgens mij niet verder. Dus ik pleit er heel erg voor om dat ook... Maar ik hoor Veldhuizen zeggen, het kan verdunnen. We kunnen nog verder met die verdunning, we zijn er nog niet. Dan we moeten nog verder gaan, terwijl ik aan de andere kant VVD, CDA ook hoor zeggen van, er moet nog ruimte voor ontwikkeling zijn. Nou ja, er zou ruimte gecreëerd zijn. Ja, we hebben in onze plan hebben ook nog ruimte zitten. Maar die ruimte is zo beperkt, nu ook met vaststellen van bestemming van buitengebied, dat dat niet rechtvaardigt dat je een zorg uitspreekt, zoals je net dus ook is uitgesproken door mensen van Groen Kempenland. Dat wil niet zeggen dat je de komende jaren niet zo moet investeren om nog stappen te zetten en misschien wat minder intensieve veehouderij nog te krijgen. Maar doe dat wel geleidelijk en doe dat ook in overleg. Want ook die sector heeft natuurlijk de afgelopen jaren enorm moeten investeren in allerlei maatregelen. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat is prima. Ik wil als eerste meneer de spreker geruststellen. Die ramp waar hij voor waarschuwt. Ik probeer al een tijdje met Groen Kempenland in contact te komen. Ik ben al 25 jaar werkzaam als dierenarts in deze regio. Dus ik ken de sector van binnen en van buiten. Maar er komt niet veel respons van deze belangengroep. Mijn belangrijkste vraag gaat eigenlijk naar mevrouw Veldhuizen. Dit agendapunt is duidelijk voor u als GroenLinks-lid een thema voor GroenLinks. Want u hebt net afstand genomen van de PvdA. Op dit moment is de landbouwsector zeer tevreden met staatssecretaris Dijksma. Die best wel prima werk en ook in dialoog gaat en ook wel oog heeft voor de feiten. Zoals ze prima verwoord zijn door mevrouw van de ZLTO. En de fictie, zoals we hier net hebben geketst, van ja, het is nu al een vulkaan geworden. Ik ben nog vers in de politiek. Ik moet nog even leren om er niet al te cynisch op te reageren. Maar ik nodig je nogmaals uit. Ja, maar ik nodig je nogmaals uit om... Had ik nu een vraag voor mevrouw Veldhuizen of voor meneer Vermeulen? Ik wil meneer Vermeulen in eerste instantie geruststellen. En de hele bevolking in feite. Want ja, het is een vreemde horrorstory. Mevrouw Veldhuis wil ik heel graag weten wat Pro 5 nou eigenlijk na de verkiezing gaat doen. Gaat zij haar GroenLinks-programma doorvoeren? Wat eigenlijk gewoon een einde voor een hoop veehouderijen betekent. Want ik zie in het hele programma van we gaan de familiebedrijven ondersteunen. Zie ik gewoon helemaal niks terugkomen. Dus mijn vraag mevrouw Veldhuis heel concreet is. U wilt familiebedrijven steunen. Prachtig. Hoe? Oké, okay, helder, duidelijk. Ja. Mevrouw Veldhuizen? Ja, misschien is het toch handig om te zeggen dat ik hier als lijsttrekker van Pro 5 zit. En op die manier is het ook handig als ik vandaag aangesproken word. In ons programma hebben wij staan dat wij een stop willen op de groei. Nou goed, dat heb ik net al een aantal malen gezegd, dus dan verval ik in herhaling. Dat wij een stop willen op de groei van het aantal dieren. Maar goed, dat betekent ook voor veel familiebedrijven het einde, hoor ik hier de dierenarts zeggen. Dat denken wij niet. Familiebedrijven zijn namelijk geen intensieve veehouderijen. Daar is een heel... En we hebben ook in de plattelandschap best. We hebben ook in de plattelandsnota gezamenlijk overigens met alle andere partijen uit onze gemeente... hebben wij de norm gesteld op 300 NGE. Dat is ook de norm die in de heel technisch, heel zitten. Technisch. Begrijpen een heleboel mensen nou, thuis niet. Dat zegt iets over het aantal dierenaantallen... en wat nog economisch rendabel zou zijn. Okay. Dat hebben wij gehanteerd, want we zeker familiebedrijven niet de nek om willen draaien. Zo'n okay. Partij zijn wij namelijk niet. Ik ga naar meneer Vermeulen, want er zijn altijd maar ook anderen die zeggen van u hoeft zich niet zo'n zorgen te maken. En de feiten zijn anders. Ja, ik wil zowel reageren als op de opmerking van mevrouw Meijs, maar ook die van meneer Mulders, de veearts in de zaal. Mevrouw Meijs zegt, we zijn teruggegaan in dieraantallen. Gemeente Bladel kent nog altijd 30 gehouden dieren per inwoner. Gemiddeld in Nederland 2 à 3, dus een tienvoudige. Overlast ook naar vandaan. Is dus hoger geweest? Is hoger geweest, maar moet nog veel lager. Achterbuurman zei net, niet alleen intergemeentelijke samenwerking, landelijke samenwerking, om dat te spreiden. Oké, okay, punt is gemaakt. Helder. Neem doordringt tot Den Haag en tot Straatsburg zelfs.
Ook, ja, meneer Pieter van Vollenhoven heeft het wel post gevat, dus die zit dicht bij de koning. Hè, hadden we al gehoord, hadden we al gehoord. Nu even over de dierenarts nog. Meneer Mulders, we hebben een polemiek gevoerd in het plaatselijk weekblad van Aalster tot Goor in Etersel. Dat is de echte plek waar je dat moet doen, hè? Ja, dat is een goede plek, ja, inderdaad. Helaas heeft dat nou geen voortgang kunnen vinden, want ik had al een stuk klaar voor meneer Mulders, dat krijgt hij nog van me. Ik wil met name van hem weten, hoe is zijn gebruik van antibiotica geweest in de intensieve veehouderij? Hij is 25 jaar, zit hij in de camp en in de vak, heeft hij mij verteld. Hoe gaat het van jaar tot jaar? Hoe is hij dat aan het terugdringen? Het grote nadeel is, als hij antibiotica voorschrijft, hè, dan mag je het zelf ook verkopen. Hè, verdient hij eraan? Het lijkt erg op. Oké, maar weet je, we zitten samen in die zaal. Ik denk dat gaat goed komen na afloop. Hè? Jullie zoeken elkaar even op. Ja, zeker. We hebben het over de Belgische cultuur. Snapen. Punt. Oké. Ik kijk even achter de tafel. We zijn nog niet op de goede weg. Joan heeft al zijn punt gemaakt. CDA. Ik wil hier even wel op reageren. Ik vind dat wij wel op de goede weg zijn. Er is duidelijk onderzoek in Nederland om antibiotica te verminderen. Zelfs antibiotica vrij gaan te werken. Maar dit kost wel tijd. He, ruimtes moeten aangepast, de manier van werken misschien wel aangepast worden. Maar vooral met name de huisvesting van dieren moet dan aangepast worden. Oké, dankjewel. De laatste vragen stellen voor dit onderwerp stel ik voor. Want we komen toch een beetje op de antwoorden van de politiek. Blijven we een beetje draaien in hetzelfde kringetje, denk ik. Daar komt niet echt een nieuw standpunt uit, hoor ik. Wat wilde u nog kwijt? Nou, het is niet per se een vraag, het is meer een opmerking. Ik ben Ingrid van Mezouw en ik wil me eigenlijk een wereldburger noemen. Omdat ik van geloof ben en van de overtuiging ben dat we allemaal met elkaar te maken hebben door de hele wereld. En inderdaad, dat de oerwouden worden gekapt, heeft ook hiermee te maken. Als er gezegd wordt een gezonde economie, dan denk ik wel eens dat zou mooi zijn als dat met elkaar in evenwicht zou zijn. Ik denk wel eens dat economie ten alle tijden voorgaat. En we hebben gezien, het zal inderdaad wel bij alle tweede partijen zijn van dat het te hoog wordt, een ramp. Maar er is ook duidelijk geweest, wanneer komen we in actie met de kledingindustrie? Pas wanneer er iets gebeurt. Van tevoren worden er allerlei dingen gezegd. Maar mensen willen er allemaal tegen aangaan. Want oh wee, als er aan de centen wordt gepakt. Bij elke categorie. En niet alleen de boeren, maar er zijn ook andere ondernemers die, als ze keuzes maken, ook verlies leiden of niet winst maken. En die worden ook niet ondersteund. En het is altijd daarom. Ik vind, laten we gezonde veehouderij hebben. En gezond hoeft niet per se economisch meer te zijn. Want we zijn uiteindelijk met elkaar in evenwicht. En daarom zei ik er nog steeds bij, ik ben een wereldburger. En dat zegt u tegen de VVD en het CDA? Of ik zeg het tegen iedereen. Oké. Ik kijk even, zijn er nog dringende toevoegingen die ergens aan de discussie toevoegen of gaan we nog het overdoen? Want ik wil langzaam naar een afronding toe, dat we nog even ruimte hebben voor een paar vragen en ik ben al over tijd. En dat is voor een man heel vreemd. Nou, dat is heel fijn momenteel. Ik wil één ding zeggen. Als wij niet zouden fokken voor 60-80% export, dan zouden wij al die problemen niet hebben. Dan hadden wij hier een gezellige boerenbedrijf. De boeren zelf kunnen er ook niks aan doen. Die zitten in de klauwen van de ZLTO. En dan hadden wij hier weer een mooi Brabant. Dat niet verpest wordt door vieze, vuile, smerige schuren. En zoals het vroeger uitzag, met koren in plaats van mais. Mooie bedrijven, 80% minder. Ik neem dit aan als een standpunt even. Hè? Dankjewel. Oké. Ik kom ook bij u. Nee, ik hou hem lekker vast. Ja, als u het goed vindt. Ja. Ik ben Dini van Meeret Hapert. Wij hebben een agrarisch bedrijf. Ik hoorde straks het woord voedselbank. Ik denk dat niemand beseft dat de spullen die van de voedselbank komen, dat die heel veel geschonken worden door agrariërs en van de supermarkten. Maar de supermarkten die leven puur van de grondstoffen die de agrariërs produceren en niet anders. Dus ik zou zeggen, mensen, de spullen allemaal die ze bij de voedselbank halen, komen allemaal geproduceerd door land- en tuinbouw. Dankjewel. En de laatste, de allerlaatste, ja. Ik
Ik wil de gemeente Bladel, of de mensen die hier aan de tafel zitten, en de mensen die de afgelopen 4 jaar in de gemeente Bladel actief zijn geweest, complimenten maken. Wim refereerde er al even aan. 4 jaar geleden hadden we het over los de CCV-houderij. Dat is allemaal achter de rug. Ik vind dat er heel goed samen is gewerkt in Bladel de afgelopen tijd. En dat er ook echt stappen zijn gemaakt. En door samenwerking kun je ook de volgende stap zetten. En ik zou zeggen, als ik het zie, ook de andere onderwerpen. Jullie zijn het eigenlijk over een heel groot deel allemaal met elkaar eens. Dus zoek de gemeenschappelijkheid op en maak inderdaad de volgende stap op een leefbaar Bladel. Op dit onderwerp wil ik de debaters ook alvast bedanken. Maar we gaan geen muziek spelen nu, want ik wil ook nog onderwerpen uit de zaal. Tenminste, één onderwerp heb ik gekregen uit de zaal. Wil ik nog de ruimte geven als afsluiting. Dat ging over de participatiewet en de WVK. Wie was dat? Ja, dan kom ik even naar u toe. Dat mag nog wel even, hè? Ja? Op 1 uur hou ik op. Ja? Wordt een lange uitzending voor de lokale omroep. Ja? Zeg even wie u bent. Henk Kruijmer. Ik ben werknemer bij de WVK. Hoe denken de partijen over de participatiewet? En uiteindelijk is het behoud ook van uw baan? Ja. Ja. Oké, ik begin bij CDA. De participatiewet wordt gewandeerd dus, denk ik. Maar samen met bedrijven, scholen en alle andere ondernemers en de politiek uiteraard, moeten wij hier gewoon uitzien te komen. Mensen moeten hun naam kunnen blijven behouden. Vraag ik dan ook. Oké, Willem. Ik denk dat de participatiewet en met name ook de zorg voor de mensen die daardoor getroffen worden, vooral het gevaar zit, maar ook weer vooral in de budgettering. Het gaat niet om visie op beleid, waar de gemeentes heel erg af zullen wijken van wat er nu landelijk geregeld is, maar we moeten het dan wel op de lokale maatregelen gaan invoeren. Oké. Davy, Bladel Transparant. Participatiewet is bedoeld om mensen aan het werk te krijgen of te houden. En we moeten zorgen dat die natuurlijk ook zijn doel niet voorbij schiet. En ook zorgen dat de mensen die nu al werk hebben, blijven werken. En inderdaad, dat is puur een financieel verhaal. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is om voor de toekomst te waarborgen. Dat die mensen bijvoorbeeld bij een WVK-groep gewoon aan de slag kunnen blijven. Anders, dan komen ze in een ander traject terecht. En dan moeten ze vanuit daar gefinancierd worden. Dus ik denk dat het links of rechts dat het toch geld gaat kosten. Dus dan kunnen we beter zorgen dat mensen aan het werk blijven dan dat ze thuis zitten en vervolgens een uitkering krijgen. Oké. De VVD. De mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, daar moet het zeker voor blijven bestaan. En verder vindt de VVD dat afstemming met belangengroepen heel belangrijk is om te zorgen dat mensen die vanuit een WVK bijvoorbeeld op een andere plekken wel werkzaam zouden kunnen zijn. Dat daar in ieder geval voldoende begeleiding is. En dat er een goede afstemming is. Korte tijden. En Pro 5? De WVK is vooral bedoeld om mensen met een beperking passend werk te bieden. Dat is ontzettend belangrijk. Maar dat gaat de komende jaren wel onder druk staan. Omdat namelijk vanuit de Rijksoverheid besloten is dat steeds minder mensen op zo'n plek mogen werken. Ja. Dus voor die groep mensen die straks dreigen tussen het wal en het schip te vallen, daar zullen we echt betere oplossingen voor moeten gaan bedenken met z'n allen. En dat is niet alleen een kwestie van financiën. Maar zijn jullie daar niet ook afhankelijk van ondernemers? Want ik denk dat de ondernemerlandschap moet drastisch gaan veranderen. En die ondernemers moeten ruimte gaan creëren om dit soort mensen aan het werk te gaan stellen. Daar wordt maar vanzelfsprekend van uitgegaan dat ook gaat lukken. Hoe gaan we daarvoor zorgen in Bladel? Wacht even dat de microfoon het doet. Door ondernemers in contact te laten brengen misschien. In ieder geval te stimuleren dat ze in contact staan met de scholen waar en met de VVK. Okay. En zo samen. Dus zorgen dat de partijen gaan samenwerken. Ja. Helemaal het goede antwoord volgens mij. Zou bijna afgekeken. Oké, zijn we het allemaal over eens? Een heel eensgezind slot van deze bijeenkomst. Ik weet zeker dat er nog heel veel andere onderwerpen zijn die u als prangende vraag hebt voor deze politici. Maar ik wil een heel warm applaus voor de mensen die hier staan. Van het CDA Maria Walen. De Vrije Hamerse Partij met Wim van der Linden. Bladel Transparant, Davy Jansen, Pauline Hospel van de VVD en Joan Veldhuizen van Pro 5.
Ook een dankwoord aan het geweldige orkest wat ons vandaag muzikaal begeleid heeft. Geef ze een warm applaus. Ze blijven nog even. En ook de kijkers thuis wens ik natuurlijk een heel mooie verkiezing op 19 maart. Ga in elk geval allemaal naar de stembus, want 19 maart is er ook in Bladel iets te kiezen. Tot ziens, wel thuis.